Gaat u zitten. Gaat u zitten. Goeiedag. Ik moet die aanpassing van de bagorde. Ja. Goed, geachte collega's, welkom. Er zijn vragen voor kennisgeving van afwezigheid van mevrouw Fransen wegens verblijf in het buitenland, mevrouw Vogels wegens gezondheidsredenen en van de heer Sannen wegens verblijf in het buitenland. Geachte leden, u heeft een nieuwe agenda voorgesteld door het bureau ontvangen. Ik stel voor het punt toe te voegen, voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor, Franstalig assessor, bij de afdeling wetgeving van de Raad van State. Est-ce qu'il y a de l'opposition à l'ajout de ce point à l'ordre du jour? Non. Il en sera donc ainsi. In overwegingneming van voorstellen, er is een lijst u verspreid. Zijn er leden die opmerkingen hebben bij de lijst van in overweging te nemen voorstellen? Als dat niet het geval is, als er geen bezwaren zijn, worden die voorstellen in overweging genomen en verwezen naar de aangegeven commissies. Nous procédons donc aux questions orales. Est-ce qu'il y a un représentant du gouvernement? De zitting is geschorst. Hoeveel minuten is dat? 3 minuten, hè? 3 minuten voor de spreker, 3 minuten voor de minister, 1 minuut voor de repliek. Drie? Ik dacht 3, 2, 1 was. Oké. Ongeveer als mevrouw Temmerman in de zaal, dat is alles goed. Maar eentje. De vijfde. Maar het is er maar eentje. Geachte collega's, ik stel voor dat we onze werkzaamheden hervatten. Nu er een vertegenwoordiger van de regering is aangekomen.
Ik stel voor dat mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken haar vraag komt stellen. Ik moet mevrouw Temmerman en allemaal onder u ervan informeren dat mij op het hart gedrukt is door alle bureauleden van zeer strikt de hand te houden aan de tijden. Dus ik zal een halve minuut voor het verloop vragen af te ronden en zorgen dat u binnen de 3 minuten blijft en ik zal daar de hand aan houden. Excuseert u mij bij voorbaat over de onbeleefdheid die dat gaat meebrengen. Mevrouw Temmerman. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's. Mijn vraag gaat over een pleidooi voor een euthanasiekliniek vanwege de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, eerder deze week, en VUB-professor Palliatieve Geneeskunde Wim Distelmans, die pleiten voor de oprichting van een euthanasiekliniek. In zo'n instelling zouden mensen terecht kunnen die in de zorginstelling in hun buurt niet kunnen geholpen worden met voor hun vraag tot levensbeëindiging. Persoonlijk ben ik dit niet meteen erg genegen. Ook de meeste andere collega's parlementairen hebben al bezwaren geuit bij dit voorstel. De huidige euthanasiewetgeving legt immers de beslissingskracht op vraag van de patiënt bij de artsen. En daar volg ik de kritiek wel. Zien we in de realiteit dat heel wat geneesheren in rust en ziekenhuizen de beleidslijn van hun instelling moeten volgen en euthanasie op die manier niet toepassen. De vraagstelling en het debat is dus mijns inziens wel nuttig om een aantal pijnpunten aan te duiden. Het pleidooi kan de discussie openen over een aantal grijze zones in de euthanasiewetgeving, of beter in de toepassing ervan. Het kan eigenlijk toch niet zijn dat een gerechtvaardigde en wettelijk geregelde vraag naar een vroeger levenseinde voor mensen in een terminaal zieke toestand botst op een beleid van een afzonderlijke instelling. Vaak komen patiënten dus terecht in een rusthuis of een ziekenhuis in hun buurt en zijn ze op voorhand niet goed op de hoogte van het euthanasiebeleid dat daar geldt, wat dan kan leiden tot schrijnende toestanden. Er gaan stemmen op om in de zorginstellingen die niet wensen in te gaan op de euthanasievragen, om daar hun financiële repercussie aan te verbinden. Onze fractie vindt dat dit niet kan, dat dit geen rare redenering is met een hoge precedenswaarde. De wet is er immers en de wet moet toegepast worden. Dit belonen aan straffen of koppelen lijkt niet juist. Maar wel moeten we toch de nadruk nog even onderlijnen dat euthanasie een belangrijk patiëntenrecht is en dat een ziekenhuis, een instelling, het duidelijk zou moeten maken of zij al dan niet deze zorg verlenen. En ook pleiten wij voor het ontwikkelen van heel duidelijke criteria, zodanig dat de patiënten weten of ze kunnen geholpen worden en op welke kwaliteitsvolle manier ze kunnen geholpen worden. En mijn vragen aan de minister zijn dan de volgende. Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot het pleidooi van de oprichting van een specifieke euthanasiekliniek? Ten tweede, welke piste ziet de minister om de grijze zones in de wetgeving weg te werken? En zeer concreet, hoe wordt gereageerd op instellingen die de richtlijnen uitvaardigen naar hun artsen toe om niet in te gaan op deze vraag? En tenslotte, is de minister het voorstel genegen om kwaliteitscriteria op te stellen en om een rondzendbrief te maken waarin een communicatieplan in zaken euthanasie van de zorginstellingen wordt gevraagd. Ik dank u. Bedankt, madame la ministre, je vous en prie. Dank meneer de voorzitter. De wet van 2002 die euthanasie onder bepaalde voorwaarden straffeloos maakt, vormde een belangrijke ommekeer in de manier waarop onze maatschappij tegen het levenseinde aankeek. Waar vroeger het geheim, de angst en soms de ondraaglijke onmacht hoogtijd vierden, heeft de wet een kader geschapen waarbij men de mensen die zich
in de wettelijke bepaalde omstandigheden bevinden op een serene wijze tot het einde kan begeleiden. De wet heeft zo de dialoog tussen verzorgers en verzorgden geopend met respect voor de zelfbeschikking en vrijheid van een ieder. Artikel 14 van deze wet bepaalt dat geen enkele arts kan gedwongen worden om euthanasie te plegen. Tegenover deze gewetensclausule staat dat de arts die een dergelijke handeling weigert, verplicht is om de patiënt hiervan tijdig te verwittigen en zijn beweegredenen te verduidelijken. Hij moet ook het medisch dossier aan een andere door de patiënt gekozen arts geven. De arts blijft dus vrij om te handelen volgens zijn overtuiging, maar hij moet er tegelijkertijd voor zorgen dat de patiënt niet aan zijn lot wordt overgelaten. Dit evenwicht tussen vrijheid en respect voor de wil van de patiënt is delicaat en moet worden beschermd. Dit werpt natuurlijk de moeilijke en ingewikkelde vraag op over de macht en of het recht van de zorginstellingen om de euthanasiepraktijk aan bijzondere voorwaarden te onderwerpen, waarvan u in uw vraag terecht concrete voorbeelden geeft en de grijze zone rond deze kwestie. Op dezelfde wijze kan men het idee over de oprichting van een exclusief euthanasieziekenhuis niet bespreken zonder hierover een breed, pluralistisch en multidisciplinair debat te willen voeren. Het zou in dit verband nuttig zijn om de ervaringen van de buurlanden, bijvoorbeeld Nederland, in detail te leren kennen, zonder daarbij op dat delicate gebied bijzonder veelzeggende sociologische en culturele verschillen uit het oog te verliezen. De ervaring leert ons immers ons euthanasie bij ons aanvaardbaar en aanvaard is omdat ze in een algemeen zorgcontext kadert en het een van de oplossingen is in een samenhangend geheel van handelingen en discussies die de patiënt in de verschillende fases van zijn ziekte begeleiden. Daarom vormt het volgens ons geen tegenstelling met de palliatieve zorgen of de zorg in het algemeen. Zoals ik het deze week al in de Kamer heb kunnen verduidelijken, kan de regering in de huidige omstandigheden van lopende zaken dergelijke debatten niet voeren. En u zult bijgevolg gebruiken dat ik mij daarover namens de regering niet kan uitspreken. Van de Senaat trouwens niet de natuurlijke plaats om een dergelijk ethisch debat te voeren. Om het debat te voeden leg ik deze twee vragen alvast aan het raadgevend comité voor bioethiek voor. Merci beaucoup, madame la ministre. Mevrouw Temmerman vanuit haar. Dank u, mevrouw de minister, voor uw toelichting en voor de suggestie. We zullen hier verder over nadenken. Dank u wel. Madame Onkelings, vous représentez aussi quelqu'un d'autre? Est-ce que vous répondez aussi pour quelqu'un d'autre? Non. De heer Van Akker is op komst. Ja, meneer Hermans. Een vaudeville, als we nu opnieuw gaan moeten schorsen. Ik denk toch wel dat u een signaal zou mogen geven aan de regering dat dit niet kan, hè? Dat ze ons op die manier behandelen. Dit is echt beneden alle pijlen. Laten we dat op het konto schrijven dat het de eerste keer is dat het systeem moet functioneren en dat nog niet iedereen op kruissnelheid is. Meneer Van Akkeren zou nu aan het binnenkomen zijn. Zou al gesignaleerd zijn op rood tapijt. Dus moet ik even de zaak volzwammen zeker? Nee, even geduld alsjeblieft.
Maar u hebt ten gronde gelijk. Welkom, meneer de minister. We gaan u direct aan het werk zetten. Madame Arena, si vous voulez bien poser votre question à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Comme j'ai dit auparavant, je me tiens scrupuleusement aux trois minutes, donc je me permets de vous interrompre si vous dépassez le temps. S'il vous plaît. Pas de problème. Merci, monsieur le président. Donc, monsieur le ministre, le 14 et 19 février prochain, une mission économique et commerciale aura lieu au Burundi et au Rwanda. Vous serez peut-être étonné de ma question quand je parle d'une mission économique, mais cela se fait sous l'égide de l'ambassade belge au Burundi, en collaboration avec les différents acteurs régionaux, Agence Wallonne à l'exportation, la Chambre de commerce et d'industrie et de l'agriculture Belgique-Luxembourg-Afrique-Caraïbes-Pacifique, la Chambre de commerce belgo-burundaise, le Comité Wallon du Forum francophone, mais aussi le soutien de Bruxelles Export et de Vlaanders Invest and Trade. La mission se déroulera dans le cadre de la semaine belge au Burundi. En effet, le Burundi et le Rwanda sont membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui est une organisation économique régionale ayant pour objectif principal la réalisation d'une union économique et douanière entre le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Ces pays, comme vous le savez, sont des pays qui font partie de la Conférence internationale des Grands Lacs, pour lesquels une attention toute particulière a été portée, pour lesquels la Belgique est un rôle et a un rôle important sur, en effet, toutes les discussions économiques qu'il y a dans cette région, mais aussi les discussions de stabilité et les effets qu'ils peuvent avoir entre ces différents pays. Dès lors, je souhaiterais obtenir les informations suivantes. Tout d'abord, quels sont les secteurs économiques et commerciaux qui sont concernés par cette mission, les secteurs qui sont régulièrement mis en cause pour des raisons d'exploitation illégale, comme l'exploitation des ressources naturelles, par exemple, sont-ils concernés par la mission? Une attention particulière de la Belgique concernant l'exploitation des minerais, mais aussi l'exploitation des ressources telles que le bois, sont des préoccupations importantes qui doivent se régler entre ces différents pays. Donc, est-ce que ces secteurs sont concernés par rapport à cette mission? Et tout récemment, Human Rights Watch dénonçait la complaisance des États européens à l'égard des gouvernements répressifs. Il y en a parmi ces gouvernements rencontrés. Comment la question de la répression des droits de l'homme, par exemple, a-t-elle été prise en considération dans le cadre de missions telles que celle-là et portée par nos ambassades? Merci pour votre réponse. Monsieur le ministre, waar u wil, daar of hier. Dank u wel, meneer de voorzitter. Comme vous le mentionnez à juste titre, madame la sénatrice, l'ambassade de Belgique n'est pas l'organisatrice en tant que telle de cette mission. Il s'agit, comme vous l'avez évoqué, d'une mission de l'Agence Wallonne de l'exportation organisée en collaboration avec les autres acteurs que vous avez mentionnés. Le ministre du Commerce extérieur de la région de Bruxelles-Capitale, M. Benoît Serex, dirigera la mission lors de son passage au Rwanda. Cette mission économique et commerciale n'est pas limitée sectoriellement. Les entreprises participantes sont actives dans des domaines très variés, allant du secteur financier à l'énergie renouvelable, en passant par les transports, le secteur médical et l'agroalimentaire. Le secteur minier n'est pas directement concerné. Aucune entreprise active dans ce secteur n'est d'ailleurs inscrite à la mission. Il s'agit, madame, d'une mission à caractère économique et commercial. L'objectif est de renforcer nos liens économiques et commerciaux et de contribuer en même temps au développement des deux pays concernés. Des questions qui intéressent les hommes d'affaires, comme par exemple la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption ou encore la nécessité d'un état de droit, seront bien sûr abordées, mais a priori pas les cas de violation des droits de l'homme au sens strict. Ces cas-là sont abordés avec les autorités burundaises et rwandaises à d'autres occasions ou en d'autres enceintes. Les questions de droits de l'homme sont abordées lors de mes contacts avec mes homologues de ces pays, encore dernièrement à New York, aussi bien par rapport au vice-président Gervais Rufikiri de Burundi qu'avec le président de Rwanda, M. Kagame.
Ils sont aussi bien sûr évoqués lors de l'entretien des ambassadeurs de Belgique à Bujumbura ou à Kigali, et parfois la Belgique exprime aussi sa préoccupation à travers des communiqués, mais pas toujours à travers des communiqués. On ne peut pas synthétiser les positions prises seulement en lisant les communiqués. En ce qui concerne le Burundi, par exemple, j'ai publié fin septembre de l'année dernière un communiqué de presse dans lequel j'exprimais ma préoccupation au sujet d'arrestations récentes d'un journaliste et d'un homme politique. J'avais à cette occasion également lancé un appel aux autorités burundaises à respecter la liberté d'expression telle que prévue dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié d'ailleurs par le Burundi et inscrit dans la constitution même du Burundi. La Belgique est également intervenue activement lors de la discussion sur l'état du respect des droits de l'homme au Rwanda et à Burundi dans le cadre de leur revue universelle périodique auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, entre autres sur la question de la liberté d'expression. D'accord, Monsieur le Ministre. Madame Arena, une réplique, oui? Oui, merci beaucoup. Merci pour les explications. Je tiens tout particulièrement à insister sur le fait que, même quand il s'agit de missions économiques, il est important que la Belgique joue son rôle en matière de respect des droits de l'homme. Et nous avons en Belgique un point national de contact organisé par l'OCDE sur les lignes directrices en matière de due diligence. Et ce point national de contact doit informer les entreprises quand elles décident d'investir dans des pays qui sont des pays fragiles par rapport à ces droits de l'homme. Et donc je pense que ce serait important qu'il y ait systématiquement une information de ce type donnée aux entreprises qui souhaitent investir dans ces pays ou en tout cas qui font partie d'une mission internationale. Merci. Merci beaucoup. Meneer Van Akkeren, vertegenwoordigt u de regering ook voor andere vragen? Oké, dank u wel. Dan schors ik de vergadering. Ik zal laten bellen als terug beginnen. Goed, geachte leden, ik heb laten bellen. We gaan terug onze werkzaamheden aanvatten. Het lijkt wel een boemeltrein hier. Vraag van de heer Laarmans aan de minister van Justitie. Meneer Laarmans. Dank u, voorzitter, meneer de minister. Ik heb het probleem gisteren al even gesignaleerd in de commissie Justitie. U weet waar het over gaat, het politiekorps van Halle. En in het bijzonder de politiekorpschef heeft via de regionale media bij ons bijzonder verontwaardigd gereageerd op de razendsnelle vrijlating enkele uren na de feiten van 9 illegale koperdieven door de Brusselse onderzoeksrechter. Die dieven waren enkele uren voordien op heterdaad betrapt na een gezamenlijke actie van 4 politiekorpsen uit Vlaams-Brabant. En het ging niet om een paar kruisbeelden of zo, het ging om een zeer grootschalige diefstal georganiseerd door de georganiseerde misdaad. Deze vrijlating is absoluut onaanvaardbaar, zo lijkt ons. Niet alleen wordt op die manier recidive in de hand gewerkt, bovendien is de kans uiteraard bijzonder groot dat illegalen zich aan de rechtsmacht zullen onttrekken en zullen op die manier ontkomen aan een straftoemeting.
En een en ander toont nog maar eens aan welk misprijzen bepaalde mensen uit het Brusselse gerecht aan de dag leggen als het gaat over het werk van de politie in Halle-Vilvoorde. En het gerecht, het Brusselse gerecht, moedigt, en men heeft dat in de commissie niet echt aanvaard, dus ik dat tijdens een vraagstelling vorige week zei, maar het Brusselse gerecht moedigt op die manier eigenlijk de criminaliteit aan in Brussel en in Halle-Vilvoorde in plaats van deze te bestrijden. En dat is toch wel werkelijk aberrant. Het signaal naar de bendes is duidelijk. Dit land is een paradijs voor dieven. Hier is alles mogelijk. En betrokkenen, dat was dan nog een straf, ze waren zelfs niet te beroerd onmiddellijk na een vrijlating terug naar de politie te gaan om hun in beslag genomen auto's te gaan opeisen. Ik weet dat u zelf geen uitspraak mag doen over de eigenlijke beslissing tot vrijlating zelf. Dat kan u niet als minister van Justitie en dat wens ik ook niet. Maar ik denk wel dat u een antwoord kan geven op 4 volgende vragen. Kan u meer informatie geven over de motieven van de vrijlating, de stand van het gerechtelijk onderzoek en over eventuele dagvaardingen? Wanneer zouden die zaken voorkomen of op welke wijze kunnen dit soort illegale behoorlijk gedagvaard worden wanneer zij niet in verzekerde bewaring zijn? Zij hebben immers geen officieel adres hier. 2. Kan de minister meer informatie geven over die daders? Waren zij inderdaad alle 9 illegaal? Hadden zij reeds het bevel gekregen het land te verlaten? En hoe vaak gebeurde dat? Waren er gerechtelijke voorgaanden? 3. Waarom wordt er door justitie in dit soort gevallen niet gewoon samengewerkt met de dienst vreemdelingenzaken, zodat die minstens in een gesloten opvangcentrum kunnen worden ondergebracht in afwachting van hun veroordeling of verwijdering, in zoverre ze dus niet in de gevangenis terechtkomen? En tenslotte, is het signaal dat het Brusselse gerecht met dit soort uitspraken in brede zin in de wereld instuurt niet bijzonder problematisch? Zou het niet beter zijn dat het Brusselse gerecht eindelijk gesplitst wordt, zodat Brusselse magistraten zich niet meer met de kleine criminaliteit, want zo wordt het beoordeeld, moeten bezighouden van Halle-Vilvoorde, maar dat we in Halle-Vilvoorde eindelijk eigen parketmagistraten, eigen onderzoeksrechters en een eigen rechtbank krijgen. Dank u. Dank u wel. Heer Meester. Dank u, voorzitter, collega. De feiten zijn bekend. De nacht van 20 op 21 januari zijn 9 personen gearresteerd geweest. Koperdiefstal, terecht, ja. De feiten zijn vastgesteld na een goede, gecoördineerde actie vanwege de politie. Ook in overleg met het parket heeft men dus het misdrijf kunnen vaststellen en de mensen arresteren. Dan is er een discussie geweest en heeft uiteindelijk de onderzoeksrechter, waar ik geen commentaar op te geven heb, heeft de onderzoeksrechter beslist om niet verder tot toepassing van voorlopige hechtenis te komen. Heeft hij beslist dat de kwalificatie van de feiten hem daartoe niet machtigde. En het is een discussie over de vraag of het al of niet een bendevorming was. Nu, ik heb mij dus niet uitspreken, maar dit is het debat geweest. Gewone diefstal in bendevorming. En volgens de beoordeling van de onderzoeksrechter komt men tot resultaten over de strafbaarstelling. En de strafbaarstelling is beslissend om te weten of de voorwaarden voorhanden zijn voor de voorlopige hechtenis. Dus dat is het debat dat zich heeft afgespeeld. Dus ik geef geen commentaar op de onderzoeksrechter. Hij heeft zijn beslissing genomen. Dit betekent nu natuurlijk dat die personen die geen met uitzondering van 1 hebben deze personen van Roemeense nationaliteit geen domicilie in België. Zal dus de procedure wel bemoeilijkt worden, vrezen we, voor de verdere afhandeling. En zal moeten gekeken worden hoe de dagvaarding zonder gekende woon- of verblijfplaats zal worden betekend. Ik hoop dat dit toch zijn normale verloop zal kennen. U stelt de vraag naar het andere luik, vreemdelingenzaken. Normaal is er wel, dat is een bestuurlijke kwestie, dat is geen gerechtelijke kwestie, is er wel overleg tussen politie en vreemdelingenzaken om elementen door te geven. En dus ik denk dat dit ook gebeurd is, maar ik heb niet de informatie en ik heb ook zeker geen indicatie dat het over illegalen gaat. Het gaat over Roemeense onderdanen die niet gekend zijn in het land en die wellicht dus ook nog niet in een illegaal statuut waren. Maar dus dit is voorlopige informatie, dat moest nog verder nagekeken worden. Maar op eerste zicht leek het daar een toepassing van zijn Europese onderdaan.
Het is dus een onderzoeksrechter die de opportuniteit van de aanhouding beoordeelt. En dus denk ik dat daarvan gewoon akte moet genomen worden. Op uw vragen naar splitsing van, ik denk dat dit een verre nevenkwestie is nu. Dit is hier een concreet dossier met een concrete beoordeling. U weet dat ik uiteraard ook voorstander ben om eindelijk tot een goede oplossing te komen voor wat betreft het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar dit is duidelijk een materie die hier vandaag door mij niet op een sluitende manier zal kunnen behandeld worden. Ik zal dit overlaten aan de toekomstige onderhandelaars of de toekomstige regering om dit hopelijk eindelijk op te lossen. Dank u wel, meneer de minister. Weerwoord van de heer Laarmans. Ja? Als er nog ooit onderhandelingen komen, hè, als we zien zoals het vandaag aan het verlopen is, is het misschien beter dat we zo snel mogelijk het hele land opdoeken, want blijkbaar lukt er niks meer. En wat wij altijd gezegd hebben, dat er geen eerbare compromissen in dit land meer mogelijk zijn, komt helemaal uit. Maar wat u antwoord betreft, meneer de minister, u bent zeer eufemistisch geweest. U vreest dat de rechtsgang zal bemoeilijkt worden. De realiteit is dat de geloofwaardigheid van justitie door dit soort toestanden totaal ondermijnd wordt. Bij de politiediensten uiteraard om te beginnen, maar ook bij de slachtoffers. Dat is een bedrijf dat al talloze keren, een belangrijk bedrijf in de streek, al talloze keren zwaar is bestolen, voor miljoenen is bestolen. En dit soort zaken, en vooral de anarchie die heerst, het feit dat justitie niet reageert zoals het zou moeten reageren, is van aard om zo'n bedrijven eigenlijk te doen vertrekken. En dat is eigenlijk rampzalig. En dan zou u ook moeten weten, meneer de minister, wat een Kafka toch in dit land, diezelfde mensen hebben volgens informatie die we hebben bekomen, het bevel gekregen om het land te verlaten van de dienst vreemdelingenzaken. Dus enerzijds, en anderzijds zouden zij een dagvaarding gekregen hebben van justitie. Dus dat is de wereld op zijn kop. Dezelfde overheid geeft twee compleet verkeerde signalen. Dit kan toch niet meer in deze tijd. En u zegt, ja, u laat de beoordeling voor de magistraat. Uiteraard, daar kan ik inkomen. Maar er is toch wel een probleem met magistraten die geen gezond bevattingsvermogen hebben, die blijkbaar aan een of andere ziekte lijden en de realiteit gewoon miskennen. Mensen die compleet wereldvreemd zijn, hoeven geen onderzoeksrechter te blijven. Bedankt. De volgende vraag van mevrouw Faas, ook aan minister De Klerk. Meneer de minister, ik zal beginnen met te zeggen dat ik heb vastgesteld dat een stuk van de titel van mijn vraag is weggevallen in de officiële agenda. Mijn vraag betreft de houding van onderzoeksrechter De Troyes tegenover de bijstand van advocaat bij een eerste verhoor. Ik heb deze week in de krant moeten lezen hoe verschillende advocaten aan de Brusselse balie hun beklag hebben gedaan over deze onderzoeksrechter, met name onderzoeksrechter De Troyes. Hij zou er alles aan doen om te verhinderen dat advocaten, indien zij worden opgeroepen om een verdachte bij te staan, hun opdracht te volbrengen. Concreet verbiedt hij advocaten een gesprek voorafgaand te hebben met de verdachte aan het verhoor. En er zijn blijkbaar een aantal incidenten waar de heer De Troyes in zijn contact met advocaten de normen van het ruim fatsoen zouden overschreden hebben en er geroepen, gedierd en zelfs gedreigd zou geweest zijn. Meneer de minister, sinds enkele maanden organiseren wij in de verschillende balies een permanentie om ervoor te zorgen dat de verdachte die voor de eerste maal bij de onderzoeksrechter moet verschijnen, kan worden bijgestaan door een advocaat. Op die manier wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de zogenaamde saldusrechtspraak, ons wel bekend van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En ook via de Senaatscommissie Justitie werk ik met de fractie en andere partijen en u zelf ook mee aan een nieuwe wet, ten einde de saldusrechtspraak definitief te integreren in de Belgische wetgeving. Uit bezorgdheid met de huidige situatie aan de Brusselse balie stel ik u dan ook de volgende vragen. Hoe reageert u, meneer de minister, op deze weigering van bijstand tijdens deze verhoor bij deze specifieke onderzoeksrechter? Heeft u reeds contact gehad met onderzoeksrechter De Troyes? Betreft het hier één enkele onderzoeksrechter die een probleem maakt van de aanwezigheid van advocaat bij dit verhoor? Of zijn er ook nog andere incidenten? En hebben die dan plaatsgevonden aan de balie Brussel of ook in andere arrondissementen? Brussels parket reageerde verrast op de kritiek, wat mijn inziens verbazend is, omdat de saldusproblematiek algemeen bekend is en noodoplossingen door de balie zijn opgezet. Weet u waarom twee van die 24 onderzoeksrechters weigeren gebruik te maken van deze permanentiediensten? En hoe kan deze situatie in de nabije toekomst
worden vermeden, opdat onderzoeksrechters wel vlot zouden samenwerken met advocaten in het permanentiesysteem van de balies. In afwachting van een wettelijke regeling, welke er hopelijk heel snel zal komen, kan bijvoorbeeld de ministeriële omzendbrief worden verstuurd om dergelijke toestanden te vermijden, of zijn er andere maatregelen mogelijk? Ik denk. Dank u wel, meneer minister. Dank u, voorzitter. Collega, we hebben het voorrecht gehad om gisteren samen uitgebreid het saldo-dossier te bespreken in aanwezigheid van diverse collega's in de commissie Justitie hier in deze Senaat. En dus u bent perfect op de hoogte. Voorstel dat u, dacht ik, zelf mee hebt ondertekend, zodanig dat de wetgevende context u bekend is. Dus daar moet ik, dacht ik, niet veel verder op ingaan. En moet ik u ook niet zeggen vanuit welke oorsprong, welke problematiek zich dat initiatief, hoe dat moet gesitueerd worden. Ik hoop, ik herhaal het, dat wij op korte termijn tot een oplossing zullen kunnen komen. Er is natuurlijk op het terrein verwarring en dit is mede reden waarom wij moeten snel handelen. En de onderzoeksrechters geven ook een verschillende invulling. En er is conflict soms tussen onderzoeksrechters en ook advocaten. De Vereniging van Onderzoeksrechters heeft op 25 juni 2010 een eigen voorstel van handelen neergeschreven. Dit is echter geenszins bindend voor de individuele onderzoeksrechters, gelet op hun onafhankelijkheid. Om dezelfde reden komt het niet aan mij toe om enige commentaar te geven. Enkel de wetgever kan een einde maken aan deze mogelijke diverse houdingen vanwege diverse onderzoeksrechters. Zoals ik al herhaaldelijk heb aangehaald, kent het voorstel van de Vereniging voor Onderzoeksrechters in de praktijk geen veralgemeende toepassing. In verschillende arrondissementen heeft men afspraken gemaakt met de betrokken balie tot oprichting van een permanentiedienst en een bepaalde werkwijze die men daarbij toepast. In andere arrondissementen wordt nog geen bijstand van een advocaat georganiseerd. In die arrondissementen waar de mogelijkheid wel al georganiseerd is, blijft de onderzoeksrechter soeverein in zijn beslissing. Conform artikel 151 van de Grondwet is de onderzoeksrechter onafhankelijk in de uitoefening van zijn taak. Het is onmogelijk in het kader van deze mondelinge vraag om een overzicht te geven van alle verschillende systemen die bestaan, laat staan van de individuele invulling door elke onderzoeksrechter. In het resort Luik werd bijvoorbeeld een bevraging gedaan onder welke vorm de eventuele bijstand door advocaat tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter gebeurt. Passief of actief of ergens tussenin, dus bijvoorbeeld met mogelijkheid om specifieke opmerkingen te formuleren. Sommige onderzoeksrechters laten toe dat advocaten een actieve rol spelen, stellen van vragen, maken van opmerkingen en dat gebeurt in Neuchâteau en Marchand-Famin. In andere arrondissementen is het een passieve rol en dit is dan in Eupen, Arlon en Huy het geval. Anders dan de onderzoeksrechters, die behoren tot de rechterlijke macht, zijn uiteraard de magistraten van het Openbaar Ministerie hiërarchisch gestructureerd. Zij zijn derhalve gehouden de omzendbrief te volgen die het College van de Procureurs-Generaal heeft uitgevaardigd met addendum op 14 juli 2010. Het College van de Procureurs-Generaal wijst hierin naar het gegeven dat de Belgische wet een bijstand door een advocaat bij het eerste verhoor niet toelaat, gelet op het principe van het geheim van het onderzoek. Het college van de procureurs-generaal stelt dat zij zich niet in de plaats van de wetgever kan plaatsen om de concrete modaliteiten vast te leggen. Dit zou trouwens niet aanvaard worden door de balies en ook de onderzoeksrechters zijn hier niet door gebonden. Het college heeft dus binnen het bestaande wettelijke kader een, ja, bijna per definitie onvoldoende uitwerking moeten geven aan deze saldo's rechtspraak. En dus hebben zij op die manier naar oplossingen gezocht. Deze omzendbrief wordt geëvalueerd in het licht van de evolutie van het huidige wetgevende werk en ook de evolutie in de rechtspraak. We kunnen dus alleen maar de situatie deblokkeren door snel wetgevend werk te verrichten. Een ministeriële omzendbrief biedt geen oplossing. Er moet een wettelijke regeling komen. En ik hoop dus dat we volgende week opnieuw samen een hele dag zullen kunnen doorbrengen om dit belangrijke wetsvoorstel mede door u ondertekend af te kunnen handelen. En in voorbereiding daarvan kan ik ook nog bevestigen dat ik nu ook nog afspraak heb gemaakt voor deze zitting van woensdag met OBFG en OVB, dus advocaten, ook Brussel en Frans spreken en ook de Nederlandstaligen, om eens te kijken op welke manier zij mee betrokken kunnen worden in het wetgevende initiatief en dat wij dus wel degelijk tot een oplossing komen die aanvaard kan worden ook door de advocatuur.
Dank u wel, minister. Een beetje over tijd, maar goed. Ja, het is wel een belangrijk dossier. Zegt u maar. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Natuurlijk zullen wij nog verder constructief samenwerken. En ik hoop dat u als bij de verdere besprekingen, u heeft daarnet verwezen naar de arrondissementen Château en Marchand van Men, waar een actieve rol van de advocaten blijkbaar is toegelaten. Dan had ik dat ook graag in de besprekingen meegenomen om daar een evaluatie van te hebben. Dank u wel. Dank u wel. Je passe à la question de monsieur Jacques Morel au ministre du Climat et de l'Énergie. Monsieur Morel, de... Merci, Monsieur le Président. Si le ministre veut déjà répondre... Non, mais on est tellement ravis que les ministres soient là en séance que, si vous voulez... Non. Monsieur le ministre, hier matin, le journal L'Écho publiait un article, semble-t-il, assez documenté, qui annonçait votre décision de supprimer l'entièreté ou partiellement l'exonération fiscale accordée aux consommateurs, qu'ils soient domestiques ou industriels, de courant vert, d'électricité verte. Si Monsieur Depré me perturbe, je ne vais jamais tenir dans mon temps. Alors, oui, ça, c'est le problème avec les transfuges, ils sont très bavards. Heureusement, on n'a pas ce souci-là, écolo. Oui. Alors, cette taxe prélevée sur les consommateurs finance 6 fonds publics dont l'utilité n'est pas à remettre en question. Et le succès de cette exonération qui a incité les consommateurs à passer à un système de production beaucoup plus durable et beaucoup plus écologique fait que, manifestement, les recettes fiscales s'en sont trouvées amoindries et que donc il y a un manque à gagner, évalué selon le journal, à 35 millions d'euros pour l'année 2010. Et, semble-t-il, au départ de ce déficit constaté, vous auriez décidé de mettre fin à cette exonération, totalement ou partiellement, décision dont on ne peut que s'étonner. En fait, j'aime bien l'image qu'utilise mon collègue Olivier Deleuze, qui consiste à dire que la production d'énergie électrique est un étang, un lac, dans lequel se déversent des productions d'origine très diverses, des plus écologiques ou au moins écologiques. Et c'est ce mix qui est servi aux consommateurs, et le consommateur, en fait, n'est pas maître de l'origine de l'énergie qu'il achète. Mais cette décision, si elle se confirme, serait un très, très mauvais signal à l'heure où tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut travailler par des incitants tarifaires et fiscaux pour encourager, inciter les consommateurs à se tourner vers des modes de consommation beaucoup plus écologiques. Le signal qui serait envoyé par une telle décision serait à tout le moins négatif et dissuasif. Et qui plus est, les modes de production plus écologiques d'électricité sont générateurs d'économies budgétaires, pensons à la lutte contre certains polluants ou les gaz à effet de serre, ou générateurs, ce qui n'est pas négligeable, d'emplois locaux et durables. Donc voilà, nous nous étonnons, d'autant plus que ces 35 millions, s'ils se confirment, de déficit, ne sont en réalité rien à côté du débat beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, qui a animé la Chambre et le Sénat autour de la taxe nucléaire, comme on l'appelle, que vous avez chiffré pour 2011 annuellement à 250 millions, et dont vos propres partenaires gouvernementaux, le CDNV, avaient dit que ça pouvait monter à 750 millions d'euros, et M. Reinders, ici présent, a pris une attitude plus centriste en parlant de 500 millions d'euros. J'avoue que c'est inférieur aux estimations Craig et Colo-Groen, qui évaluent les recettes possibles à plus d'un milliard. Mais enfin, on voit bien qu'il y a d'un côté un déficit de 35 millions d'euros et d'autre part des recettes fiscales qui évoluent entre 250 et 1 milliard d'euros. Donc on voit bien que ce déficit ne peut pas être un souci légitime pour justifier la fin d'une exonération qui vise un but écologique et social et sociétal tout à fait important. Voilà, donc Monsieur le Ministre, je voulais vous demander si cette décision se confirme, suppression totale ou partielle de cette exonération, si c'est compatible avec une politique de développement durable, et enfin, si la décision se confirme, si des mesures seront prises parallèlement pour garantir l'avantage tarifaire accordé à cette électricité verte. Je vous remercie. Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur Moral, chers collègues. C'est une question importante, mais je pense qu'il faut éviter les malentendus et il faut bien comprendre le sens de la proposition que j'ai faite ici. Est-ce qu'il faut développer les énergies vertes? Oui, évidemment. Est-ce que pour développer ces énergies vertes, il faut des systèmes de soutien public? Oui, évidemment, puisque nous savons qu'ils ont un surcoût et que si l'on veut faire en sorte que ces investissements soient rentables, il faut une forme de soutien public. Mais en même temps, pas de naïveté. Dans le capitalisme vert, comme dans le capitalisme gris, il y a des phénomènes de spéculation et nous sommes ici face à un phénomène spéculatif. Et c'est pour ça que je propose de supprimer cette exonération. Pourquoi? Comment ça se passe? Aujourd'hui, nos producteurs, qui sont aussi fournisseurs, achètent sur un marché international des certificats de garantie d'origine en 2010 au prix moyen de 50 centimes. Pour chacun de ces certificats qui leur a coûté 50 centimes, ils sont exonérés toujours en 2010 à hauteur de 2,50 euros. C'est-à-dire que simplement en achetant sur un marché international un bout de papier 50 centimes, ils gagnent 2 euros. Ils n'ont pas produit un mégawatt de plus de verre. C'est un système strictement spéculatif. Si encore ils le restituaient aux consommateurs, ce que les régulateurs ne sont pas totalement en mesure de vérifier, parce qu'il y a justement ce lac dont vous parliez, ce fuel mix qui est très complexe et où on ne peut pas savoir exactement quelle est la part de chaque énergie et quelle est la part que chacun y met, quelle est la part que chacun reçoit. Mais il y a un certain soupçon, disons, des régulateurs, selon lequel cette économie que font les producteurs en achetant ces certificats de garantie d'origine n'est même pas restituée aux consommateurs. Et qu'est-ce qui se passe? On a depuis quelques années, on voit enfler ce phénomène de spéculation verte, de rente verte, et comme je crois qu'il faut s'attaquer aux rentes nucléaires, je suis toujours très ravi de voir des partis du gouvernement qui, à l'époque où j'ai proposé une taxe, s'opposaient par principe au phénomène de la taxe et qui aujourd'hui demandent 500, 700, etc. C'est très bien. Hein, il vaut mieux que les choses aillent dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse. Mais comme on s'attaque à la rente nucléaire, il faut aussi s'attaquer aux rentes vertes. Et je vous donne quelques chiffres, M. Moral, pour bien comprendre. En 2008, la part exonérée, c'est-à-dire la part couverte par ce certificat de garantie d'origine, était de 15%. En 2009, de 20%. En 2010, de 40%. Et selon les prévisions des régulateurs, elle serait de 60% en 2011 et de 100% en 2012. Alors que la part de l'énergie verte dans notre énergie mix est à peine de 6% aujourd'hui. On voit bien comment ce système, qui était un bon système au départ, je pense, enfin qui a été fait en tout cas avec de bonnes intentions, a été complètement dévié de ses intentions pour devenir aujourd'hui un système purement spéculatif qui ne permet pas de développer plus d'énergie verte et dont on n'est même pas sûr que les consommateurs en profitent. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que les consommateurs, ceux qui n'ont pas de contrat vert, le payent, puisque si l'on supprime cette cotisation, alors qu'elle est aujourd'hui de 5,26 euros par mégawattheure, c'est-à-dire à peu près, faites fois 3,5 pour un ménage moyen, à peu près 17-18 euros, elle serait de 3,09 euros par mégawattheure sans cette exonération, c'est-à-dire une économie de 9-10 euros par ménage moyen. Alors voilà, quand un système a été conçu, même avec de bonnes intentions, mais qu'il ne produit pas ce qu'il est censé produire, qu'il produit une rente verte et un surcoût pour les consommateurs, je pense qu'il faut se dire qu'il vaut mieux le supprimer et penser à d'autres mécanismes de soutien. Et je réfléchis dans le même temps à un système d'exonération qui serait basé sur les certificats verts, puisque eux correspondent à une production d'électricité verte réelle, mais il faut vérifier, vous savez que nous vivons en Europe, que ceci est compatible avec les règles du marché intérieur, ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, M. Barrage. Je remercie le ministre pour sa réponse. Il y a effectivement des abus dans ce secteur, ils sont manifestes et croissants. Et vous avez raison, le gouvernement a raison de vouloir s'y attaquer. Néanmoins, les abus ne sont pas le fait des consommateurs. Les abus sont le fait de certains producteurs. Les consommateurs ne sont en rien responsables, comme je l'ai dit et comme vous l'avez confirmé. Les consommateurs ne peuvent pas vérifier l'origine réelle du mix énergétique qu'ils consomment. Mais pourquoi justement faire peser le poids de cette rétorsion sur les consommateurs et non pas sur les producteurs? Il y a là un illogisme que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que vous réfléchissez à des mesures compensatoires, correctives. Oui, mais en attendant, vous prenez une décision et vous réfléchissez à la compensation. Moi, j'aimerais bien qu'un signal négatif ne soit pas envoyé par le gouvernement et qu'on continue par des exonérations, même si elles sont minimes, mais elles sont symboliques, qui visent à montrer aux consommateurs que consommer vert est en plus profitable financièrement et économiquement.
C'est beaucoup. Mais j'entends la réponse ultérieure du ministre quant aux mesures compensatoires qu'il compte prendre. C'est beaucoup. J'ai quatre questions pour monsieur le ministre Reinders. Eerste vraag door de heer Karel van Lauwe aan de heer Reinders. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, afgelopen zaterdag stuurde de stafhouder van de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel een brief naar alle Nederlandstalige advocaten hier in Brussel. Ik neem aan dat er ook een gelijkaardige brief zal zijn naar de Franstalige advocaten, om eigenlijk te melden dat er een risicozone wordt afgebakend rondom het Brusselse Justitiepaleis. In de bijlage aan deze brief bevond zich dus een brief van de regie der gebouwen, waarin gewezen werd op vallende stenen op de parking van de advocaten, eveneens op de afbakening van dus de risicozone rond het Justitiepaleis. Eveneens werd er verwezen naar een verboden toegang tot bepaalde delen van de parkings rond het paleis. En in de brief van de regie der gebouwen staat er letterlijk: ik raad de gebruikers van het Justitiepaleis ten zeerste aan om niet onder of langs de gevels te lopen. Nu, vorig jaar was er al een soortgelijke mededeling, eveneens komende van de regie der gebouwen en eveneens doorgestuurd door de verschillende stafhouders. U zal weten, gericht aan advocaten, toch ongeveer 4000 in Brussel. En dat was ook in de winter, nadat er een intensieve vriesperiode, waarbij er stenen en ornamenten van het Justitiepaleis waren losgekomen en naar beneden waren gevallen, en waarbij er dus schade was toegebracht aan verschillende wagens rond het Justitiepaleis, waarbij er, bij mijn weten, gelukkig geen ongevallen gebeurd waren, maar waarbij er toch wel een zeer groot risico was. Nu, u zal even goed weten, meneer de minister, de koepel van het Brusselse Justitiepaleis die heeft ongeveer 2 decennia in de steigers gestaan. Ondertussen weten we dat die koepel hersteld is. Net onder de koepel staan er nog steeds steigers. En sinds een kleine 2 jaar bevindt zich ook de voorgevel van het Justitiepaleis volledig in de stellingen. Ik persoonlijk, meneer de minister, ik heb eigenlijk nog nooit het Justitiepaleis gezien zonder stellingen. Ik weet niet of dat er ondertussen eigenlijk nog veel mensen zijn die het Justitiepaleis ooit zonder steigers of stellingen gezien hebben. Nu, mijn vraag is eigenlijk: wat is exact de stand van zaken van die herstellingswerken? Welke planning is er voorzien voor die stellingswerken, rekening houdend met het feit dat er ondertussen al 2 decennia stellingen staan rond de koepel en ook nu aan de voorgevel? En zijn er de afgelopen jaren ook lessen getrokken uit de hele problematiek, ook de problematiek van dus de vrieskou, waarbij dus jaarlijks toch wel dezelfde problemen zich voordoen, waarbij er jaarlijks toch wel gewezen moet worden op het gevaar dat er bestaat van dus de vallende stenen. Nu, de regie der gebouwen waarvoor u verantwoordelijk bent, beheert dus het Justitiepaleis en is dus ook bevoegd voor het onderhoud en de vernieuwing van het gebouw. Afgelopen jaar is er dus een architectuurwedstrijd, een ideeënwedstrijd, uitgeschreven met betrekking tot het Justitiepaleis. Het is inderdaad de FOD Justitie die samen met de regie der gebouwen die wedstrijd heeft uitgeschreven. We weten ondertussen via de pers dat er 1300 of 1100 inschrijvingen waren en waarbij er 168 projecten weerhouden zijn. En mijn vraag is dan ook: kan u een stand van zaken geven van de vordering van dit dossier en welke projecten uw voorkeur wegdragen? Ik dank u. Monsieur le ministre. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer Van Loo, ik heb zo'n reactie van de Nederlandse Ligue, denk ik, Brussel al Vilvoort gezien. Hè? Dus het is niet alleen Brussel, hè? Het is een meer algemene balie, denk ik, rond Brussel ook. Maar dus, ik heb zo'n reactie gehoord. Ik zal 2 precieze antwoorden geven voor uw eerste vraag, stand van zaak van de herstellingswerken. Er worden op dit ogenblik uitbreidingswerk aan de stellingen uitgevoerd om de hele sokkel van de koepel tot aan de bovenkant van de binnenkoren te kunnen bereiken. Deze werken zijn onontbeerlijk opdat de architect de nodige studie zou kunnen uitvoeren voor de aanvraag van een bouwvergunning 2011-2012. Ik zal meer precies datum zeggen.
en voor de restauratie van de koepel en de onderbouw 2013-2015. De stellingen langs de gevel aan het Poelaertsplein werden gebruikt voor de studie van de restauratie van deze gevel. Gelet op het risico van valende stenen werd deze behouden. Aangezien de werken afhankelijk zijn van verschillende factoren, studie van de architect, advies van de commissie van monumenten, landschap en dergelijke meer, kan de gewerkschap nog geen precieze data geven, maar slechts een voorlopige planning. Indienen van de bouwaanvraag voor de restauratie van de gevel Poelaert eind 2011, bijkomende studies gevraagd door de commissies van monumenten en landschappen begin 2012, bekomen van de vergunning hopen wij eind 2012, aan de steden van de restauratie werken aan de gevel Poelaert in de loop van 2013, restauratie werken aan de gevel Poelaert van 2013 tot 2015. En vroeg gezegd, wat is er gebeurd voor wat de evolutie en de verschillende projecten voor Poelaert Paleis in het algemeen? De ingediende dossiers worden momenteel onderzocht door een afhankelijke jury, u weet het, nou, er zijn verschillende projecten, waarin onder meer verschillende vertegenwoordigers van het Brussels hoofdstedelijk gewest, monument en landschap, dienst Stedenbouw, en dienst van de stad Brussel, Stedenbouw, zetelen. Ik verwacht de beslissing van de jury in de tweede helft van de maand februari van dit jaar, dus normaal in de lopende zaak, een tentoonstelling met de ideeën van de laureaat en een selectie van andere interessante ideeën wordt georganiseerd. Deze zal vermoedelijk in de maand maart van dit jaar opengaan. Bij de opening van de tentoonstelling zullen de namen van de laureaat worden bekendgemaakt. Dus ik ga liever naar een zeer groot openheid tegenover ook het publieke opinie in dat verband. Het is denk ik normaal om dat te doen. Daarnaast zullen de laureaat en een selectie van interessante ideeën ook consulteerbaar zijn op een website. Dus we zijn bezig nu met een selectie op basis van een onafhankelijke jury voor de verschillende ideeën en we zullen gaan naar een zeer grote openheid voor wat een advies van de verschillende acteurs in dat verband. Merci, meneer Lauwe, ja? Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik noteer alvast dat het toch nog een meerjarenproject is en dat we, ik heb u inderdaad horen spreken over 2015 een bepaalde fase, 2013, 2011 een bepaalde fase. Maar ondertussen weet u dat er toch wel een acuut gevaar zich heeft voorgedaan of nog altijd voordoet met betrekking tot die vallende stenen. Dat is niet de eerste keer dat zich dat eigenlijk voordoet, dat die waarschuwingen gegeven worden. Ik hoop alleszins dat we hier nooit een debat moeten voeren omdat er iemand ernstig gewond is in gevolg de vallende stenen van het Justitiepaleis. Dank u wel. Vraag van de heer Dames aan meester Reimers. Dank u, voorzitter, meneer de minister. U kan dit beschouwen als een eerste in een lange reeks vragen en pleidooien voor de horecasector. Maar dat wist u al wel dat dat zou gebeuren. Natuurlijk afhankelijk hoe lang dat we hier nog zitten. Hè. Dat zal dan daar wel op meespelen. Maar wat ik van u zou willen weten, meneer de minister, is heeft verband met de cijfers die u eind vorig jaar heeft bekendgemaakt betrekking hebbende op de omzetcijfers van de horeca. U heeft toen een aantal, vond ik, zeer gunstige cijfers meegegeven die samengevat erop neerkwamen dat afhankelijk hoe dat je het bekeek, de horecasector zijn omzet zag stijgen met 6-8%, terwijl de groei als dusdanig in globo minder dan de helft vooruitging. Wat heel simpel betekent dat de horeca het dubbel zo goed deed, als je dat al goed kon noemen, dan de economie. Dit is toch wel een heel belangrijk gegeven, omdat daar een eerste vraag verband mee houdt, in welke mate u van oordeel bent, dat de btw-verlaging op voeding, die vorig jaar is ingegaan, daar effectief ook een bijdrage toe heeft geleverd, wat ik denk. Twee, ja, als je natuurlijk zegt een beter dan verwachte omzet, dan zeg je ook een beter dan verwachte opbrengst van diezelfde BTW. Mijn vraag is of dat u naast definitieve cijfers voor 2010 van omzet ook inzicht kan geven in cijfers in termen van BTW-ontvangsten, want dat zou kunnen betekenen dat de budgettaire kost die voorzien was in de begroting om die verlaging van de BTW te financieren, dat die budgettaire kost anders zou kunnen uitvallen. Lager, veronderstel ik. En mocht dat zo zijn, had ik graag geweten in welke mate dat die lager uitvalt. Derde vraag, in welke mate
Heeft u, dus niet direct een vraag die bij u terecht kan, maar heeft u ook inzicht in de evolutie van de faillissementen in deze sector? Een aantal faillissementen kan je misschien paradoxaal genoeg niet tegen zijn, want dat zijn een aantal wat men genoeglijk de cowboys noemt, hè, die snel een café open doen en de rekeningen niet betalen en kapot. Daar hebben we het niet over, we hebben het over de serieuze zaken. Maar heeft u ook inzicht in de cijfers van de faillissementen, omdat, althans naar mijn inschatting, er een rem op het aantal faillissementen gekomen, mede dankzij de bijzonder goede maatregel die getroffen is, met name de verlaging van de BTW van 21% naar 12% op de voeding. Dank u wel. Monsieur de minister. Ja, meneer de voorzitter, meneer Dames, ik heb al dat gezegd in de presentatie van het resultaat van de begroting 2010. We hebben een zeer goede evolutie gezien voor de horecasector in 2010 in vergelijking met 2009. Het was meer dan 8% als verhoging van BTW-ontvangst in vergelijking met 2009. En u kunt dat zien tegenover een economische groei van minder dan 4% op nominale vlak. Dus het is toch een zeer interessante evolutie. Maar, om meer precies te zijn, ik heb verschillende tabellen. Ik zal dat u geven, maar ik zal niet lezen. We hadden verschillende resultaten. Maar aangezien de berekeningen zaak omzetstijging gebaseerd zijn op de BTW-aangifte en deze voor het vierde kwartaal en de maand december 2010 slechts definitief kunnen worden geëvalueerd na 10 februari 2011, kan ik u de cijfers voor het ganse jaar 2010 nog niet mededeel, maar ik heb toch tabellen met alle huidige resultaten. De onderstaande tabel biedt een overzicht van het eindverbruik in de horecasector en dit gedurende de eerste drie kwartaal van de jaar 2009-2010. Hierbij zijn alle deelsectoren weerhouden, dus ook de sector van gieten, gastenkamers, jeugd, herbergen. En dus met een groei van 6,04% in 2010 in vergelijking met 2009. We kunnen zelf gaan naar een tweede tabel, 6,39%. Het is een tabel die de eerste tabel, in vergelijking met de eerste tabel, heeft ook speciaal categorie uitgesloten in de vergelijking, omdat deze niet echt de specifieke restaurants, hotels en cafés betreft. Dus met echte hotels, restaurants, cafés, het is zelf een groei van 6,39%, dus tot nu toe meer dan de economische groei. Er blijkt dat de groeicoëfficiënt vrij dicht bij elkaar aanleunen. En zij het, dat de tweede categorie een nog meer uitgesproken groei kende, heb ik gezegd, dus 6,39%. De verschuiving van omzet van het tarief 21% naar 12% in 2010 geeft eveneens een indicatie van de verhouding maaltijd-drank in de eindprijs. Zo werd bij de berekening van de budgettaire impact voor het invoegetreden van de tariefverlaging voor een restaurantbezoek uitgegaan van een prijsverhouding maaltijd-drank van 65 tegen 35. Bij analysering van de gegevens met betrekking tot de hotels en eengelegenheden, stricto sensu, na drie kwartaal 2010 blijkt de verhouding echter eerder 56-44. Ik zeg niks te bedragen, ik zeg niks daarover voor wat compartiment van de Belgen, maar bon. Hetgeen impliceert dat de werkelijke kostprijs van de maatregel lager ligt dan aanvankelijk geschat. Voor de deelsector van drinkgelegenheid werd dan weer uitgegaan van een verhouding maaltijd-drang van 20-80. Deze verhouding blijkt na analyse van de desbetreffende detailgegevens te kloppen. De budgettaire impact op jaarbasis. Gaan we uit van een eerste tabel, dus met een meer algemene visie, dan bedraagt de budgettaire impact op jaarbasis 228 miljoen, bijna, zal ik zeggen, 229 miljoen. De factor 0,7415 duidt op de verhoudingen van de omzet tussen de eerste drie kwartalen versus de totale omzet op jaarbasis. Gaan we uit van de tweede tabel, ik zal u de tweede tabel geven, dus met minder categorie, hotels, cafés en restaurants, zijn de eigenlijk geviseerde doelgroep van de BTW-tariefverlaging, dan bedraagt de budgettaire impact
ongeveer 226 miljoen. Ik zal de cijfers hebben. Ik besluit, meneer de voorzitter, bij een vermindering van het BTW-tarief van 21 naar 12% bedraagt de budgettair impact voor 2010 ongeveer 230 miljoen, zonder geen andere terugverdieningseffecten. Deze cijfers liggen iets beneden de oorspronkelijke vooropgestelde raming van 254 miljoen euro's. Bij deze laatste raming werd er echter nog van uitgegaan dat de verhouding maaltijddrang bij de eetgelegenheden 53,65 bedroeg. Dit was ook het standpunt van de sector, terwijl nu wordt vastgesteld dat de reële verhouding veeleer 56,44 bedraagt. Wat de gebruikte verhouding bij de dranggelegenheden betreft, wordt vastgesteld dat de realiteit aansluit met wat destijds was vooropgesteld. Voor wat betreft het aantal faillissementen kan ik u geen cijfers mededelen, aangezien die niet tot mijn bevoegdheid behoort. En ik moet nog u zeggen, meneer de voorzitter en meneer Daams, het is misschien zeer nuttig om zo'n verlaagd tarief van BTW te hebben in de zeer arbeidsintensieve dienst, zoals horeca en de bouwsector. En ik denk dat we moeten gaan naar een verlenging dat dat in de volgende jaren. Maar ik heb een kopie van de verschillende tabellen voor u en misschien ook voor de voorzitter. Dank u wel. De minister van Financiën moet oppassen voor overschrijdingen. Wel, dank u wel, voorzitter. Laat me toe van dan de minister meteen al aan te kondigen dat ik na 10 februari de definitieve cijfers nog eens zal vragen. Maar de indicatie is in ieder geval duidelijk. De budgettaire impact is lager. We zouden met een halve boutade kunnen zeggen dat de horecasector een significante bijdrage levert tot de sanering van de overheidsfinanciën. Dat is de realiteit. Een halve boutade, waarom? Omdat ik denk dat het inderdaad een sector is met 250.000 werknemers en met 11 miljoen klanten. Het is de grootste sector van het land, men vergeet dat altijd. Ik denk dat ik de regering mag feliciteren voor de maatregel die er was en dat ik in ieder geval erop aandring dat de maatregel zal bestendig blijven, omdat ze hier heel duidelijk haar economisch nut heeft aangetoond. Dank u wel, meneer Daams. Monsieur Lawesch. Avec une question pour Monsieur Reinders, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes sans doute nombreux à nous demander comment nous pouvons être solidaires concrètement avec les aspirations légitimes du peuple tunisien. Mais je crois qu'il y a un domaine où on peut, à mon avis, être très solidairement, très concrètement solidaire avec le peuple tunisien, c'est la question du gel des avoirs financiers qui ont été frauduleusement soustraits au patrimoine des Tunisiens. Alors, mes questions vont être assez concrètes, mais en même temps, il me faut insister sur un point, c'est que cette question qui était à l'origine une demande d'explication a été transformée en question orale, vu l'actualité et le caractère brûlant, je dirais, du dossier. Et donc, par voie de conséquence, la question, le libellé de la question, telle qu'elle a été déposée, n'intègre pas un certain nombre d'éléments nouveaux et récents qui me semblent importants peut-être de rappeler ici brièvement. L'Union européenne, et plus exactement les experts représentant les 27 pays de l'Union européenne, se seraient mis d'accord la semaine dernière sur le principe d'un gel des avoirs financiers, tout en indiquant que des mesures concrètes n'interviendraient que cette semaine avant la fin du mois de janvier, dit-on. Un certain nombre d'observateurs pointent cependant le fait que l'Union européenne intervient très tardivement, singulièrement, si on compare son attitude à celle d'un pays comme la Suisse, qui, 4 jours après la fuite du président Ben Ali, a décidé de prendre un certain nombre de mesures, conservatoires, il est vrai, mais néanmoins réelles. Et donc, par voie de conséquence, je souhaiterais simplement savoir où on en est, à la fois au niveau de l'Union européenne, mais aussi pour ce qui nous concerne en Belgique, considérant que nous sommes déjà très tard, je dirais, en termes de réaction. Et donc, ma crainte est effectivement que nous arrivions, je dirais, alors que le magot, le butin, d'une manière ou d'une autre, a peut-être déjà quitté tant la Belgique que les autres pays européens. J'insiste aussi sur le fait que l'Allemagne a décidé de prendre des mesures conservatoires. Alors, je voudrais voir concrètement les initiatives prises par le ministre et ses collègues concernés pour essayer d'une manière ou d'une autre d'aboutir à terme
à la restitution des biens spoliés aux Tunisiens. Et j'insiste sur un point complémentaire. Il ne s'agit pas simplement de la famille Ben Ali et Trabelsi. C'est la raison pour laquelle, dans ma question, je parle de la famille Ben Ali, Trabelsi et consorts, puisque la Suisse, par exemple, a retenu une liste de 40 personnes concernées par ces actes de prévarication. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La réponse. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'ailleurs, chers collègues, de permettre de faire un peu le point sur cette situation et je suis très heureux de voir que vous prenez la Suisse comme exemple en la matière. C'est une référence, évidemment, parmi d'autres. Je vais vous faire la différence entre deux situations. Le gel des avoirs, qui est une décision administrative, et des opérations de contrôle en matière de blanchiment qui concernent directement mon département et les instances qui en dépendent. Pour ce qui concerne le gel des avoirs, c'est une disposition qui dépend beaucoup plus du département des affaires étrangères et des décisions que l'on prend à l'ONU et dans le Conseil affaires générales. Le gel des fonds, tel que défini par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou dans le cadre des mesures européennes, consiste en une mesure administrative. Celle-ci reprend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille. Le gel des avoirs ne permet pas une confiscation de ceux-ci qui ne peut se faire que sur base judiciaire. La discussion sur la possibilité d'un gel des avoirs a déjà été évoquée au niveau européen dans différents groupes, mais, puisque vous m'interrogez, ne relève pas du ressort du Conseil ECOFIN. C'est une discussion au Conseil des affaires générales. Je serais d'ailleurs heureux de connaître la position des groupes, y compris dans cette Assemblée, sur les mesures à prendre à l'égard de toute une série de dirigeants à travers le monde. Quelle est la position que l'on adopte, peut-être même a priori, plutôt que d'attendre une situation telle que celle que l'on connaît aujourd'hui en Tunisie. Mais je ne sais pas quel est votre avis sur ce qu'il faut faire à l'égard d'un certain nombre d'autres dirigeants dans d'autres pays à travers le monde. Je serais heureux de vous entendre sur le sujet. D'autre part, les avoirs de M. Ben Ali, ainsi que les membres directs de sa famille et des personnes connues pour leur être étroitement associés, font l'objet en Belgique, et là c'est la responsabilité de mon département, d'une vigilance accrue. En effet, le GAFI, le groupe d'action financière internationale, a pris des mesures de vigilance accrue envers les PEPS, comme on les appelle, ou personnes politiquement exposées, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante et les membres de leur famille. L'Union européenne a transcrit ces mesures dans la directive 2005-60-CE du 25 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006-70-CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures en matière de mise en œuvre de la directive 2005-60-CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle. L'article 12, paragraphe 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement de terrorisme transpose ces directives et met en œuvre cette vigilance accrue envers les PEPS, comme je l'ai dit. L'article 12, paragraphe 3 indique les mesures spécifiques relatives à leur égard. Toute suspicion de transactions délictueuses sur les comptes de ces personnes entraîne directement une dénonciation à la cellule de traitement des informations financières. Après examen de ces informations, si des indices sérieux de blanchiment de capitaux apparaissent, ces informations sont transmises au procureur du roi ou au procureur fédéral. En résumé, non seulement les avoirs de M. Ben Ali et de ses proches sont soumis à une surveillance par la cellule de traitement des informations financières, mais de plus, suite à un mandat d'arrêt international lancé le 26 janvier 2011 par la justice tunisienne contre l'ancien président et son épouse Leila Trabelsi, de poursuites judiciaires, la vigilance est encore plus forte. Et je veux simplement, Monsieur le Président, puisque la question a été posée, vous lire l'information qui a été diffusée par la CETIF, la cellule
justement de traitement des informations financières, en date du 19 janvier 2011, la CETIF a fait parvenir le message suivant à Febelfin, l'ensemble des institutions financières, et à Suralia, en vue d'une diffusion aux membres de leur secteur respectif. Suite aux événements exceptionnels survenus en Tunisie et aux informations qui y sont liées relatives à des possibles malversations financières, la CETIF vous demande de rappeler aux membres de votre secteur les dispositions particulières introduites dans la loi du 11 janvier 1993 relative aux personnes politiquement exposées et d'y accorder une vigilance particulière au regard de ces événements. Les opérations et faits susceptibles de relever des dispositions des articles, je vous en renvoie aux articles 23, 24, 25 et 26 de la loi de 1993, devraient donc sans délai faire l'objet d'une déclaration à la CETIF. Dans ce contexte, nous attirons également votre attention sur le fait que les pays membres de l'Union européenne devraient prendre dans les prochains jours une décision visant à geler les avoirs de l'ancien président tunisien Ben Ali et de ses proches. Les autorités françaises ont également adopté une série de mesures et le Conseil fédéral suisse, vous l'avez cité, a quant à lui adopté le 19 janvier 2011 une ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Tunisie. Le message diffusé initialement via Febelfin et Assuralia s'applique dorénavant à l'ensemble des secteurs visés par l'application de la loi du 11 janvier 1993. Mais je vous le répète, Monsieur le Président, je serais ravi d'avoir avec les différents groupes une conversation peut-être en commission des communes et des finances pour savoir à l'égard de quel type de responsable politique exposé, comme l'on dit, vous souhaitez que des mesures soient proposées au niveau européen, peut-être dans un certain nombre d'autres pays, si possible extérieurs à l'Union européenne. Merci, Monsieur Larry. Monsieur le Président, mais à entendre Monsieur le Ministre, nul doute qu'il aura à cœur de travailler de concert avec ses collègues du gouvernement et en particulier le ministre de la Justice pour, au-delà de la mise en œuvre de la loi sur le blanchiment, on puisse aboutir aux mesures qui permettront in fine de rendre aux Tunisiens ce qui leur appartient. Je vous remercie. Merci beaucoup. La dernière question à Monsieur le Ministre des Finances, à Madame Zrien. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En 2010, selon la Banque nationale de Belgique, 43 675 faux billets d'euros ont été retrouvés en Belgique, soit 59% de plus qu'en 2009, lorsque 27 415 fausses coupures avaient été saisies. Toutefois, en comparaison avec le nombre de vrais billets en circulation en Belgique, quelques 450 millions, la proportion de fausses coupures reste assez faible. Selon cette même source, il apparaît que le faux billet le plus répandu dans notre pays est celui de 50 euros, qui représente 54% du total, suivi par la coupure de 20. Cette forte hausse dans notre pays contraste avec les résultats enregistrés à l'échelle continentale, puisque la Banque centrale européenne a annoncé que le nombre de faux billets saisis l'an dernier avait reculé. Quant à la Banque nationale de Belgique, elle n'avance pas d'explication à propos des résultats belges, mais s'engage à proposer des formations pour reconnaître l'argent contrefait, spécialement aux personnes exerçant comme guichetiers ou actives dans l'ORECA et les commerces. Monsieur le ministre, d'une part, quels sont vos éléments d'analyse de cette situation? Quels sont, d'autre part, les moyens utilisés dans les autres pays qui expliquent le moindre taux de billets falsifiés sur le marché? Et enfin, est-ce qu'un prochain conseil ECOFIN serait saisi de cette problématique? Je vous remercie. Merci. Madame, votre question exemplaire quant au temps. Et maintenant, Monsieur le ministre va répondre également d'une façon exemplaire dans les temps. Je réponds toujours de manière exemplaire, mais pas toujours dans les temps, Monsieur le Président. Simplement, je vais répondre de la même manière qu'à la Chambre hier en commission des finances, parce que, comme vous l'indiquez, il y a effectivement, Madame Zrien, une hausse significative du nombre de faux billets retirés de la circulation en Belgique en 2010. Cette progression est de près de 60% et elle va à l'encontre de la baisse constatée au niveau européen. Elle concerne principalement les coupures de 20 et de 50 euros. Il n'existe pas d'explication claire au sujet de cette évolution spécifique à la Belgique. Il semble toutefois que certains circuits d'écoulement de fausses coupures se soient réorientés vers la Belgique. C'est la police fédérale, Office central de la répression de la fausse monnaie, qui est chargée de mener les enquêtes dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. Elles ont déjà abouti au démantèlement de plusieurs filières.
et à l'identification d'autres, mais le détail des investigations garde bien évidemment un caractère confidentiel. Il faut également garder à l'esprit que, comme vous l'avez indiqué, le nombre de billets contrefaits demeure limité en comparaison avec les billets authentiques en circulation, soit environ 1 pour 10 000. En réponse à votre seconde question, il faut d'abord rappeler que l'augmentation constatée n'est pas liée à la distribution de nouveaux types de faux, mais à la circulation de contrefaçons existantes qui peuvent être aisément repérées au départ des signes de sécurité que comportent les billets. Les contrefaçons sont donc facilement reconnaissables au départ d'une méthode simple et facile, diffusée par dépliants et via les sites Internet de la Banque Centrale Européenne et des Banques Centrales Nationales de l'Eurosystème. La Banque Nationale de Belgique dispose en outre d'un outil d'apprentissage des signes de sécurité par ordinateur, e-learning. Outre les efforts de la police fédérale, la Banque Nationale continuera à organiser des campagnes de formation destinées aux professionnels, commerçants, caissiers, directement confrontés au problème, ainsi que des campagnes de communication à l'égard du grand public. L'évolution du nombre de fausses coupures constatées en Belgique amènera évidemment les autorités concernées à poursuivre et à intensifier ces efforts d'information, mais je tiens aussi à vous préciser que si nous avons découvert un très grand nombre de fausses coupures en Belgique, c'est que nous arrivons dès lors à les détecter. Et donc, manifestement, les signes de sécurité et les diffusions d'informations permettent de détecter ce nombre de fausses coupures et, bien entendu, de démanteler un certain nombre de réseaux. Et donc, j'invite évidemment... Mais, M. Moreau, vous savez que les dollars sont diffusés à travers le monde avec, d'après ce que nous dit le président de la Fédérale des armes américaines, un taux de 30 à 40% de faux à travers le monde. Mais ces faux sont acceptés dans un certain nombre de pays comme moyen de paiement. Que peut-on faire? Chez nous, il y a effectivement un nombre de faux en augmentation, mais vous êtes bourgmestre. Et vous savez comme moi qu'on peut voir les statistiques de deux façons. Quand on constate un très grand nombre d'infractions, et je vois que le bourgmestre de Liège est d'accord avec vous, et j'en discute souvent avec lui au Conseil communal de Liège, ça veut donc dire que peut-être les infractions sont en augmentation, peut-être aussi les services de police travaillent de mieux en mieux. Je suis convaincu qu'ici, nous avons en tout cas la preuve qu'en Belgique, on détecte assez facilement et assez rapidement les contrefaçons pour les billets de 20 et 50 euros, mais on va renforcer encore l'action en la matière. Et je remercie les deux bourgmestres concernés d'acquiescer. Merci beaucoup. Réponse, oui. Juste pour confirmer, je pense que ça a été la décision qui a été prise de ne pas faire un billet de 1 euro relevait exactement de l'analyse sur le dollar. Donc ça a été relativement clair. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'une mesure pourrait être prise au niveau européen? Donc ça, je crois que ce ne serait pas inutile dans la mesure où il peut y avoir quand même des transferts de monnaie extrêmement importants. Voilà. Sur ce point, il y a un travail de plus en plus fort de la Banque Centrale Européenne pour diffuser l'information. Mais il faut se rendre compte que certains pays comme la Belgique sont confrontés à une circulation de monnaie européenne très importante. D'autres nouveaux arrivants doivent petit à petit développer une pratique. Mais cette pratique se développe et je pense que la Banque Centrale fait un travail remarquable avec les banques centrales nationales pour informer de plus en plus, notamment les commerçants. Mais je me tourne de nouveau vers les bourgmestres, je peux vous dire que c'est au départ des commerçants que la démarche intervient. Et si j'ai un conseil à donner, Monsieur le Président, c'est que toute personne confrontée à un faux n'hésite pas à contacter la police locale. Cette police locale fera le travail vers les services spécialisés. Merci. Dan is er nu een vraag voor mevrouw Vervotte. Madame Tielemans a une question pour le ministre Vervotte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 13 janvier dernier, à la gare d'Arlon, se sont déroulés des faits violents, inacceptables, puisque le sous-chef de gare s'est fait rouer de coups par une bande de jeunes, de coups de poing, de coups de pied. Et malheureusement, c'est souvent à ce train de 16h22 que des faits désagréables se produisent à la gare d'Arlon, et donc c'est direction Luxembourg. Alors on sait que c'est une bande de jeunes luxembourgeois qui sont scolarisés à Arlon, qui commettent différents méfaits, mais cette fois-ci on assiste vraiment à une escalade dans la violence qui commence à devenir vraiment inacceptable.
Alors, j'avais quatre questions à vous poser, Madame la Ministre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pendant deux semaines, le service de Sécureuil puisse être présent sur place en gare d'Arlon de façon à effectuer des contrôles et peut-être par la suite de lever le pied et donc d'avoir des contrôles plus ponctuels? La deuxième question concerne malheureusement ce sentiment d'impunité des jeunes, ce qui crée évidemment la répétition des méfaits. Et ces jeunes, bien, quand on parvient à les coincer, ils ont quelques remontrances et c'est tout. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager, si effectivement on identifie bien ces jeunes, s'ils sont traduits en justice, de pouvoir les faire prester des travaux d'utilité publique pour la SNCB? Alors, je sais qu'effectivement, ce n'est pas votre compétence, mais est-ce que vous pourriez en discuter avec le ministre de la Justice et voir effectivement s'il ne pourrait pas sensibiliser les magistrats à ce type de sanctions? Ma troisième question, bien évidemment, elle relance cette problématique des bombes anti-agression. C'est vrai que le personnel est là face à une bande de jeunes, il n'a que ses mains pour se défendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, effectivement, relancer le débat sur ces bombes anti-agression pour le personnel quand il est sévèrement menacé? Et quatre, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que... ma question était concernant le service anti-agression de la SNCB, en fait, qui existait par le passé, qui était remplacé maintenant par Sécureuil. Alors, il était question que Sécureuil doive augmenter, semblerait-il, et les contrôles et le personnel. Or, on les voit manifestement très peu à Arlon, qui est quand même une gare frontière. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de Sécureuil, de faire un petit peu le bilan, même peut-être rapidement, du système de sécurité et de nous dire ce que vous pensez de son efficacité? Voilà, je vous remercie. Merci. Bravo. Minister. Le Corporate Security Service en charge du service de la sécurité ferroviaire Sécureuil a mis en place un plan d'action local en partenariat avec la zone de police locale, la police fédérale et le service de sécurité des chemins de fer luxembourgeois. Des patrouilles alternées de ces services sont organisées dans les gares d'Arlon et d'Athus ainsi qu'à bord des trains sensibles. Des contrôles d'accès aux trains ont également lieu. Seul l'ensemble du personnel de Sécureuil est équipé du spray au poivre. Celui-ci peut être utilisé exclusivement dans le cadre de la légitime défense et selon les prescriptions légales. Le service de sécurité ferroviaire Sécureuil a été créé en septembre 2004 en vue de lutter plus efficacement contre les infractions et les agressions commises sur le domaine ferroviaire. Sécureuil ne remplace quelques services, que ce soit au sein de l'entreprise ferroviaire SNCB, et n'assure pas de mission de contrôle telle qu'exercée par le personnel d'accompagnement. La brigade Sécureuil concernée a son siège en gare d'Arlon. Ses membres sont actifs tous les jours de la semaine entre 6h et 22h. Pour une efficacité optimale, ses effectifs journaliers sont répartis à bord des trains transfrontaliers et dans les gares importantes de la province de Luxembourg avec une attention particulière pour Arlon. La piste des travaux d'intérêt général est évidemment étudiée depuis des années par le parquet et par la groupe SNCB. Malheureusement, il est apparu que, pour des raisons de sécurité, il était impossible de donner accès aux infrastructures à des personnes tierces. Le groupe s'oriente donc plus vers des solutions de médiation et de réparation pénuquière. D'accord, Madame la Ministre. Madame. Oui, je répondrai brièvement à Madame la Ministre. Je voudrais lui demander toute son attention pour ces faits qui sont répétitifs, parce que la situation est vraiment préoccupante et que le personnel est de plus en plus inquiet. Je vous remercie. Merci. Vragen aan mevrouw de minister Teugsterboom. De eerste vraag door de heer Bertensio. Ja, dank u voorzitter. Ik heb begrepen dat mevrouw Turtelboom gaat antwoorden in plaats van Vincent van Quickenborn, die in het buitenland verblijft. Klopt toch, hè? Davos, dat is ook het buitenland vooralsnog goed.
Mevrouw de minister, ik ga proberen heel kort te zijn. Een paar dagen geleden was er een schitterende uitzending op VRT van Pasta. Onder meer over Sabam, waar dat de triestige situatie van Sabam even blootgelegd werd. Triestige situatie in de zin dat daar de bureaucratie heel sterk tot uiting kwam. Dat daar heel wat twijfel kwam, werd geuit over de correctheid van inningen. Dat er inningen gebeurden voor kunstenaars die niet bestonden. Sabam int ook voor kunstenaars die helemaal niet aangesloten zijn bij Sabam. En dergelijke meer. Een Kafkaiaanse situatie waar dat, mevrouw de minister, iedereen toch wel heel veel vragen over heeft. Voor alle duidelijkheid, het staat buiten twijfel dat auteursrechten voor de kunstenaars zeer belangrijk zijn. En ik wil dat ook zo houden, maar wel op een correcte manier en zodanig dat er ook een groot draagvlak is. Ik heb als minister van Cultuur destijds ook vastgesteld dat onder meer Sabam en billijke vergoedingen aan de top stonden van de klachten van verenigingen. Dus mijn concrete vragen aan de minister. Wanneer wordt er nu eindelijk eens werk gemaakt van een goed beheersfirma, een goed beheersvernootschap die zorgt dat die billijke vergoedingen en die Sabamrechten op een correcte manier worden geïnd. Wat gebeurt er met al die gelden eigenlijk? Want een deel van die gelden worden ook, zijn niet bestemd. Die gelden die niet toegewezen zijn aan bepaalde kunstenaars, omdat die kunstenaars niet bestaan, of omdat die kunstenaars niet eens aangesloten zijn bij Sabam. Ja, wat gebeurt daarmee? Wordt het geen tijd dat we die middelen ook meer gaan inzetten voor beginnende kunstenaars? Wordt het geen tijd dat die middelen ook meer ingezet worden in samenwerking met de gemeenschappen? En u weet, de gemeenschappen zijn heus wel vragende partij, vindt de minister trouwens ook niet, dat het meer dan tijd wordt dat heel deze aangelegenheid die 100% samenhangt met gemeenschapsbevoegdheden ook overgeheveld wordt. Maar in ieder geval, wat wordt er nu concreet gedaan om de slechte naam van Sabam en de slechte werking eindelijk in orde te stellen, zodanig dat de verenigingen ook met plezier deze vergoeding betalen als ze weten dat het tenminste correct is en ook bij de kunstenaars terechtkomt. Dank u wel, collega. Voor de goede orde wil ik toch bevestigen dat minister Van Quickenborne zich formeel geëxcuseerd heeft omdat hij aanwezig is op het Wereld Economisch Forum in Davos. Het is niet een plezierreisje, het is echt hoor. Maar u zal zeker een goed antwoord krijgen van zijn collega, mevrouw Turtelboom. Dank u wel, meneer de voorzitter. En inderdaad, meneer Ansio, ik kan u geruststellen, ik wist ook dat Davos in het buitenland lag. Sta me toe, voor ik dieper inga op uw concrete vragen, enige algemene opmerkingen te maken. Zoals u aangeeft zijn auteursrechten en naburige rechten zeer belangrijk voor de scheppende kunstenaars en artiesten. De rol van beursvernootschappen zoals Sabam bestaat erin dat, wanneer beschermde werken en prestaties geëxploiteerd worden, hiervoor een vergoeding terechtkomt bij de betrokken auteurs en rechthebbenden. Zonder beursvernootschappen zou het voor verschillende exploitatievormen in de praktijk zeer moeilijk zijn om de rechthebbenden te vergoeden. Voor een tv- of radio-uitzending of het spelen van muziek in restaurants en cafés bijvoorbeeld, zal het voor de gebruiker in praktijk vaak onmogelijk zijn om alle rechthebbenden vooraf te contacteren en hun toestemming te vragen. Ik ben het dus met u eens dat auteursrechten en naburige rechten belangrijk zijn en dat het belangrijk is dat de vergoedingen die geïnd worden terechtkomen bij de juiste rechthebbenden wiens werken geëxploiteerd worden. De werking van bepaalde beursvernootschappen en de controle daarop staat reeds enkele jaren ter discussie. Vandaar dat ik, dus meneer Van Quickenborne, in 2009 via twee nieuwe wetten die werden goedgekeurd door het parlement, meer bepaald de wetten van 9 en 10 december 2009, het initiatief genomen om de bestaande regeling op de controle van beursvernootschappen grondig te hervormen en aan te scherpen. Deze wetten moeten het mogelijk maken om de werking van en de controle op beheersvernootschappen de komende jaren grondig te verbeteren. Wat nu concrete vragen betreft, kan ik het volgende vermelden. Wellicht is het zo dat de werking van sommige beheersvernootschappen, waarbij ik hier geen beheersvernootschap in het bijzonder wil viseren, voor verbetering vatbaar is. De hiervoor besproken nieuwe wetten zijn belangrijke stappen die de wetgever heeft gezet om de omkadering en de controle op de werking te verbeteren. Tegelijkertijd moet erkend worden dat beheersvernootschappen zoals Sabam nog steeds private rechtspersonen zijn
en dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid dragen voor de verbetering van hun inningsproces. Daarom hamer ik er tijdens mijn contacten met Sabam en andere beheersvernootschappen reeds verschillende jaren op dat er meer elektronisering en administratieve vereenvoudiging van hun aangifteprocedures dient te gebeuren. Er zijn ook hier reeds belangrijke stappen gezet. Ik denk aan de eenmaking van de aangifte van Sabam en billijke vergoeding voor zelfstandigen en professionele gebruikers. Voorts moet gewezen worden op de introductie in 2010 van e-Sabam, waardoor de aangifte elektronisch kan gebeuren en de artiesten elektronisch hun inkomstenstaat kunnen controleren. De reportage van Basta heeft echter aangetoond dat er nog een weg af te leggen is. Zo ben ik persoonlijk van mening dat Sabam een elektronische koppeling zou moeten maken tussen haar bestand met aangesloten artiesten en de aangifte, zodat bij het ingeven van een playlist onmiddellijk duidelijk wordt of de ingevoerde artiest aangesloten is bij Sabam. In verband met het voorgestelde overleg kan ik u melden dat een uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden over de wetten van 9 en 10 december 2009 binnen de Raad voor de Intellectuele Eigendom, waar onder andere ook gebruikers- en ondernemersorganisaties deel van uitmaken. Specifiek wat de gemeenschappen betreft kan ik melden dat de gemeenschappen in het verleden reeds meermaals geconsulteerd werden in een constructieve sfeer wanneer aspecten behandeld werden waarbij zij rechtstreeks betrokken waren. Ik kan in dit verband onder meer verwijzen naar de deelname van de Commissie Billijke Vergoeding in verband met de radioomroepen en de deelname aan de Raad voor Intellectuele Eigendom in verband met digitale bibliotheken. Ook zetelen momenteel vertegenwoordigers van de socioculturele sector, zoals de Vereniging voor Vlaamse Cultuur en Gemeenschapscentra, Sociaire en Soquet en de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, in de Commissie Billijke Vergoeding en zullen zij binnenkort zetelen in het overlegcomité dat zal worden opgericht ter uitvoering van de nieuwe wet. Wat de verdeling van de rechten betreft, verwijs ik naar de maatregelen, de nieuwe wet die ik daarnet vermeld heb, in verband met de communautarisering van de verantwoordelijkheid voor de inning van door beheersvernootschappen, ben ik van mening dat dit de problematiek nog complexer dreigt te maken en zou kunnen leiden tot het ontstaan van Vlaamse, Waalse en Brusselse beheersvernootschappen. Dit zou het voor de gebruiker weinig transparant maken. Dank u wel. Weerwoord nog. Ja, meneer de voorzitter, ik dank mevrouw de minister. Ja, ik was even de klus kwijt hoe we nu de hele tijd spraken over beursvernootschappen, maar het gaat over beheersvernootschappen inderdaad, ja. Ja, goed, ik dank u voor uw inzicht. Het is juist dat die inningsprocedure door een NV van privaat recht gebeurt, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij mogen innen wat ze willen. En daar stoor ik mij aan, dat zij ook innen voor kunstenaars die niet bij hen aangesloten zijn. En kunstenaars hebben het recht om zelf te innen, maar ze stellen vast dat ze bij manier van spreken aangetekend Sabam moeten verwittigen vooraleer dat Sabam het niet int. Dat is een absolute een zaak die we niet kunnen dulden. Twee, de niet toegewezen gelden voor kunstenaars die blijven plakken bij Sabam. En dat kan ook niet, volgens mij. Daar moet ook iets gebeuren. Duidelijke tarieven en doorzichtigheid is het minste dat we mogen eisen van deze NV. Dank u wel. Komen we tot de vraag van de heer Broers aan mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken. Mevrouw de minister, in onder andere Nederland is het niet ongewoon om zogenoemde bonnenquota voor politiekorpsen op te leggen. Op Radio 1 werd onderzocht of er ook Vlaamse politiekorpsen zouden zijn die de opleg van streefcijfers bij het uitschrijven van boetes opleggen. Volgens de politievakbond NSPV zouden bepaalde zones met quota werken bij het repressief optreden. Anderen noemen dit dan weer streefcijfers. Agenten die niet aan de quota geraken, worden volgens de voorzitter van de politievakbond op het matje geroepen en krijgen zelfs een functioneringsnota. De voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie ontkent het bestaan van zulke quota echter. Wij weten het dan niet meer. Graag had ik daarom een antwoord gekregen op de volgende vragen, mevrouw de minister. 1. Bent u op de hoogte van deze manier van werken? 2. Welke maatregelen overweegt u desgevallend hieromtrent te nemen?
Zal er ook een onderzoek gestart worden naar het bestaan van dergelijke praktijken? En 3, hoe kunnen we voorkomen dat de opmerkingen van de politievakbonden niet leiden tot het tegenovergestelde effect, namelijk het zo weinig mogelijk optreden? Ik dank u voor uw antwoord. Direct, als ik één krijg. Dank u wel, mevrouw de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, voor alle duidelijkheid, wat ik altijd heb gezegd, ik ben tegen het opleggen van bonnenquota of quota voor PV's. Omdat ik geloof dat het uitschrijven van PV's nooit een doel op zich mag zijn. Burgers moeten weten dat zij alleen een PV krijgen wanneer hun gedrag daar aanleiding toe geeft, waarbij iedere schijn vermeden moet worden dat het halen van een cijfer daarbij een rol speelt. Het opleggen van quota voor PV's is hetzelfde bijna als je zou zeggen aan een leraar je moet minimum zoveel buizen of zoveel procent tekorten hebben per jaar. Ook dat is iets wat we niet doen. Er moet een gezond evenwicht nagestreefd worden tussen goed gedrag stimuleren als politie en fout gedrag penaliseren. Dit gezegd zijnde is er wel natuurlijk een verschil tussen quota voor controles en quota voor op te stellen PV's. Het eerste kadert meer een aanpak van preventieve aanpak die zich inschrijft in het concept van community policing en die bepaald wordt in het kader van een zonale of een nationale of een Europese veiligheidsaanpak. Ik verwijs hierbij naar het voorbeeld van de BOP-campagnes waar we altijd als streefcijfer hebben om er de laatste jaren 180.000 te doen. Maar dat is natuurlijk op een manier om net aan burgers te zeggen, let op, we gaan veel controleren, dus het is zeker een incentive om je gedrag aan te passen en dus niet dronken te rijden. Op een transparante en consequente manier wordt bovendien dan ook de bevolking ingelicht dat er grootschalige controles zullen zijn. Preventieve aspect daarvan is van wezenlijk belang. De repressieve output, het aantal PV's van die acties, is nooit op voorhand gekend, nog bepaald en nogmaals, dat zou haak staan op onze principe van gemeenschapsgerichte politiezorg. Maar uiteraard is het niet verboden dat het verbaliseringsgedrag van een individuele politiemedewerker, dat in kaart wordt gebracht. Als een politieman of vrouw in buitendienst een heel jaar lang geen enkel PV voor een verkeersovertreding heeft uitgeschreven, dan is misschien het politiewerk niet goed gedaan. En als een ander agent op hetzelfde jaar tijd er misschien 20 of meer PV's uitschrijft dan het gemiddelde van zijn collega's in eenzelfde functie en inzet, dan is er evengoed een probleem. Maar in een modern politiemanagement start je altijd met het uitschrijven van een veiligheidsplan. Bij de concrete uitvoering werk je met actieplannen die gericht zijn naar bepaalde fenomenen. Bijvoorbeeld, bij drugshandel wordt er veel verwacht van een initiatief optreden van politiediensten, terwijl dat bij inbraken gebeurt op basis van klachten. Dus bepaalde fenomenen kan men alleen aanpakken op initiatief van een politieman. En de opvolging daarvan gebeurt dan met evaluatie, functioneringsgesprekken, maar niet, nogmaals niet, door het lineair opleggen van quota aan een individuele politieman of vrouw. Ook de deontologische code van de politiediensten, artikel 60 en 61, geeft richtlijnen op dat vlak. Daarin wordt gewezen op zowel het oordeelkundig optreden van de individuele politieman als op de verplichting zich aan de richtlijnen van de overheden te houden, waaronder het zonale of het nationale veiligheidsplan. Daarin staan de prioriteiten waarmee elke agent bij de uitvoering van zijn dienst rekening moet houden. Zo nodig moet het personeelslid worden opgedragen om een beter evenwicht te betrachten tussen enerzijds het preventieve aspect van zijn job en anderzijds het respectieve aspect van zijn job. Ik denk niet dat de stelling van het NSPV tot een gedoogsituatie zal leiden. Ik ben er absoluut niet van overtuigd. Maar terecht stellen ze, net als ik, dat individuele opgelegde quota niet kunnen, maar ze roepen zodoende niet op tot de dienst met vulpen, met lege vulling. Dank u wel. Leerwoord. Ik ben tevreden over het antwoord. Dank u wel. En dan la dernière question, kom aan monsieur François Belot en madame la ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, madame la ministre. Les contrats de sécurité et les plans drogue ont été remplacés à partir de 2007 dans une stratégie pluriannuelle traduite dans des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Et donc c'est ainsi que 102 communes ont signé des contrats, des plans stratégiques qui ont été soumis à votre ministère, approuvés, suivis d'ailleurs. Et cela concerne près de 3 000 agents, soit des gardiens de la paix, soit des coordinateurs des plans drogue, qui toutes et tous jouent un rôle essentiel pour faire reculer le sentiment d'insécurité, que ce soit comme médiateur de quartier, intervenant comme, courroie de transmission entre les autorités et facilitant les rapports dans des quartiers parfois difficiles, mais aussi partout ailleurs. Il y en a certains qui assurent la sécurité des élèves aux entrées des écoles. Il y en a d'autres qui surveillent la propreté, il y en a d'autres qui travaillent dans des milieux d'émigrés. Bref, je pense que tout le monde a compris l'importance de l'action traduite dans ces plans stratégiques de sécurité et de prévention. Alors, la phase pluriannuelle se terminait le 31/12/2010 et un plan stratégique suivant devait normalement commencer le 1er janvier 2011 jusqu'au 31/12/2013. Et puis, à la faveur de la chute du gouvernement, des difficultés, il y a eu un premier prolongement de 6 mois pour le financement jusqu'au 30 juin 2011. Et avec proposition de prolonger tout simplement les plans stratégiques, quitte à faire quelques petites corrections, mais je pense que c'est des corrections anecdotiques. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec 102 plans, 3 000 agents, et avec une grande incertitude, puisque en principe, les communes devraient remettre les préavis des préavis de précaution ou de... par rapport à ces 3 000 agents, puisque la durée des préavis varie de 3 mois à 6 mois. Et donc il y a des inquiétudes à la fois dans toutes les communes, dans les associations et parmi, bien entendu, les 3 000 travailleurs. Alors, j'ai 2-3 questions. La première, quelles sont les intentions du gouvernement qui est en affaire courante, et je veux bien comprendre qu'il y a 3 mois ou 4 mois d'ici, ce n'était pas une affaire urgente, mais ça l'est devenu, puisque on est le nez sur les dates nécessaires de remise de préavis, chose que personne ne souhaite faire, bien entendu. Deuxième élément, est-ce que la stratégie est toujours bien de concevoir des plans pluriannuels? Et troisième élément, il me paraît à tout le moins pour préserver la pérennité des plans, le temps de, espérons, trouver rapidement une solution pour doter notre pays d'un gouvernement, ne serait-il pas judicieux de prolonger les mesures de financement au moins jusqu'au 31/12 de l'année, de sorte à ne pas créer un vide qui provoquerait une instabilité en termes de sécurité et de tous ces plans qui sont menés à gauche et à droite, et enfin de rassurer, bien entendu, tous les travailleurs, gardiens de la paix, coordinateurs des plans drogue, aide psychologique aux victimes, etc. Je pense que c'est une action que tous nous partageons, que nous avons voulu. D'ailleurs, le succès des 102 communes sur les 589 traduisent bien les choses. Voilà les questions que je souhaitais vous poser, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, conformément à l'arrêté royal du 29 décembre 2010, les plans stratégiques de prévention et de sécurité, ainsi que les conventions concernant les gardiens de la paix, sont prolongés jusqu'à 30 juin 2011. Cette prolongation est valable pour toutes les villes et communes qui ont un plan stratégique de sécurité et de prévention et une convention des gardiens de la paix. La prolongation établie sur une période de 6 mois a été décidée lors du Conseil des ministres du 15 décembre 2010 et vu la situation, il n'était pas envisageable de prolonger à long terme. Vu l'importance de ces contrats et du rôle des agents de prévente, je prendrai les mesures nécessaires afin qu'ils puissent être prolongés après le 30 juin. Dank u wel, mevrouw de minister. Monsieur Bellot.
Merci Madame la Ministre. Je pense que pas mal de monde attend en tout cas une décision dans ce domaine, quels que soient les endroits, que ce soit les grandes villes, les quartiers ou les petites agglomérations. Et je salue en tout cas l'initiative que vous comptez prendre, indépendamment de toute autre considération qui pourrait être avancée. Merci. Merci Monsieur Bleu. Ainsi termine les questions orales. J'en viens au livre vert, la politique de développement de l'Union européenne en faveur de la croissance inclusive et du développement durable. Je crois que Madame, dat mevrouw de rapporteur Sabine de Betune verwijst naar haar verslag. Zijn er mensen die hierover het woord wensen te nemen? De heer Daams, zijn er nog andere woordmeldingen? Zo niet, dan nodig ik de heer Daams uit om hier het woord te nemen. En we hebben gebeld om over te gaan tot de stemming voor de aanduiding van een assessor bij de Raad van State. Dus dat is de reden om de mensen te doen komen. Ik hoop dat intussen in de Kamer men voortmaakt zodanig dat mijn collega voorzitter van Sociale Zaken minder kwaad op mij wordt en zijn leden ook. Maar dat we kunnen voortmaken. Maar eerst de heer Daams. Dank u wel, voorzitter. Meteen hebt u mij de illusie ontnomen dat u hebt laten bellen om naar mij te luisteren. Oké, dat is dan bij deze gebeurd. Ik wil toch heel kort tussenkomen op dit groenboek. Omwille van het feit dat ik de thematiek van ontwikkelingssamenwerking van belangrijke aard vind, in ieder geval belangrijk genoeg om hier toch een aantal stellingen ter zake in te nemen. Voor eerst zou ik willen meegeven dat we in de commissie ter zake een goed gesprek hebben gehad, met als resultaat dat we ook gezamenlijk een algemene advies vanuit de commissie kunnen geven, wat op het eerste gezicht niet zo evident leek. Hè? Want je denkt altijd dat je te maken hebt met grote ideologische tegenstellingen, quod non. Enkele punten wil ik zeer kort maken. Het eerste punt dat ik wil maken is dat ik hoop, en dat is ook voor een stuk uit het gesprek gebleken in de commissie, dat we eindelijk afstappen van een soort van 19e eeuws paternalistisch, kolonialistisch-achtige ontwikkelingssamenwerking. Ik zeg dat nu heel cru, maar dat is omdat ik goed zou begrepen worden, die er eigenlijk in bestaat van laten we maar wat middelen besteden aan het zuiden en dan is ons geweten gesust. Dat is nog altijd een stuk van het gevoel dat in de huidige ontwikkelingssamenwerking in het algemeen leeft. Tweede bedenking die ik wil maken heeft te maken met het feit dat we af moeten van het feit dat je alleen afmeet op budget dat je besteedt aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is die fameuze 0,7% norm. Maar veel eerder zou moeten afmeten op de impact die je ontwikkelingssamenwerking in de feiten ook wel heeft. En dat is een groot probleem. Wij denken als we meer geld besteden dat onze ontwikkelingssamenwerking dan ook beter zou zijn. Dat is niet noodzakelijk zo. Derde gegeven dat ik wil meegeven in deze hele korte tussenkomst is dat naar mijn aanvoelen we weg moeten van een geografische redenering en naar een functionele redenering moeten. Een functionele redenering die erin bestaat dat we zouden moeten investeren in ontwikkeling op lange termijn. Het beste bewijs daarvoor wordt geleverd door het simpele feit dat we met z'n allen, de zogenaamde ontwikkelde landen, nu al decennia massaal investeren in ontwikkelingssamenwerking, maar dat we toch eerlijk moeten vaststellen dat die ontwikkeling zich nog niet voordoet. Hoe je dan nu draait of keert, dat is toch een hele nuchtere vaststelling die het zou moeten leiden tot de conclusie dat minstens een deel van de ontwikkelingssamenwerking zoals ze vandaag bestaat niet goed gericht is. Als je na 30, 40, 50 jaar massale investeringen geen impact ziet van belang, ik heb niet de landen naar waar dat die investeringen zijn gebeurd nu plots die sprong in ontwikkeling zien maken. Ik zie dat niet. Niemand ziet dat. Wel in tegendeel in een aantal gevallen. Dan moet je toch wel eigenlijk zeggen, hey, zouden we niet die vorm van ontwikkelingshulp, zoals ze nu heet, omvormen naar een soort van investeren in toekomstige ontwikkeling van die landen die het vandaag iets moeilijker hebben. Derde bedenking die ik wil maken. Je zou toch wel eens kunnen nakijken waar je je middelen naar richt. Ik geef een paar landen als voorbeeld die ontwikkelingslanden zijn. China is een ontwikkelingsland. Brazilië is een ontwikkelingsland. Ghana is een ontwikkelingsland. Nigeria is een ontwikkelingsland. Alleen zijn dit de landen die vandaag op onze planeet de hoogste economische groei genereren. Meer nog, zijn het landen die ons vandaag voorzien van economische groei in afgeleide vorm. Ja, ook daar moeten we toch eens over nadenken om gans die concepten toch wel eens even te herbekijken. Laatste bedenking die ik wil maken, en ik bedank de collega's in de commissie dat ze op die suggestie zijn ingegaan. Een van de meest fundamentele gegevens
in ontwikkelingssamenwerking is de aandacht voor water. Dat is wat ik daar straks bedoelde van toch eens afgaan van een geografische redenering naar een functionele. Ik geef enkele cijfers, niet van mij, van UNICEF. Meer dan 5000 kinderen per dag die sterven als gevolg van slecht water. Meer dan de helft van de wereldbevolking die geen lopend water heeft. Dus met andere woorden, blootgesteld is aan onrein, ja zelfs giftig water. Dat is 2,5 miljard mensen op de planeet hebben geen waterafvoer. 1,2 miljard mensen leven in een gebied waar men nauwelijks aan water geraakt. Dit zijn cijfers die toch zouden moeten aangeven dat een van de meest essentiële aandachtspunten van ontwikkelingshulp in deze dan, het gezonder maken fysisch van een samenleving, start bij de basis. En naar mijn aanvoelen is dat het vraagstuk van proper water. Niet alleen proper in termen van wat er bestaat, proper maken dus niet ziekteverwekkend, maar twee ook het volume water vergroten. Mijn aanvoel is dat daar veel te weinig aandacht naartoe gaat. Ik ben dan ook dankbaar aan de collega's dat men in ons document dat naar de Europese Commissie gaat, dit specifiek aandachtspunt als absoluut prioritair is meegegeven. Dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog andere woordmeldingen? Zo heet, dan zullen we straks overgaan tot de stemming over de antwoorden die de commissie gegeven heeft op de vragen van de Europese Commissie. Geachte leden, alvorens over te gaan tot de stemming hierover, evenals over de voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor Franstalig bij de afdeling wetgeving van de Raad van State, wil ik u het volgende nog meedelen. De Senaat heeft met groot leedwezen kennis genomen van het overlijden van de brandweerman Johan van Ursel en de andere brandweerman Etienne Manies en van de duiker van de operationele eenheid van de civiele bescherming Olivier Rousset. Zij verloren het leven terwijl ze hun beroep, de veiligheid van anderen en onze aller zekerheid waarborgden. Brandweerman Johan van Ursel, lid van brandweerkorps Sint-Niklaas, is om het leven gekomen bij een verkeersongeval terwijl hij onderweg was naar zijn woning. Naar een woningbrand, sorry, op dinsdag 18 januari. De sapeur-pompier Etienne Manies, du service d'incendie de Mons, est décédé alors qu'il luttait contre un incendie dans un complexe cinématographique de Mons le dimanche 23 janvier. Le plongeur Olivier Rouxet, de l'unité opérationnelle de la protection civile de Crisnay, est décédé alors qu'il aidait à effectuer les travaux de recherche le mardi 25 janvier en vue de retrouver les corps des deux sœurs Amélia et Alison tombées dans la Meuse 10 jours plus tôt. Je crois que, en votre nom et dans le nom de nous tous, l'Assemblée peut présenter ses condoléances aux familles Johan, Étienne et Olivier. Les membres de la protection civile et des services d'incendie effectuent presque quotidiennement des interventions au cours desquelles ils risquent leur propre vie pour sauver celle des autres ou pour venir en aide aux gens. Je crois qu'il incombe à notre Assemblée de les remercier pour le courage et l'engagement qu'ils démontrent. Par lettre du 22 décembre 2010, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance du Sénat qu'en son audience publique du 16 novembre 2010, l'Assemblée générale du Conseil a procédé conformément à la article 80 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'établissement de listes de candidats présentés en vue de la nomination en une fonction d'assesseur francophone devenue vacante auprès de la section de législation. En vertu de l'article 70, paragraphe 1er, des lois coordonnées précitées, il incombe au Sénat de procéder à la présentation de candidats pour la fonction vacante d'assesseur. Le premier président du Conseil d'État a reçu les candidatures des personnes suivantes. M. Yves de Corte, avocat au bureau de Bruxelles et professeur à la faculté de droit de l'UCL. M. Philippe Dorsemond, professeur de la faculté de droit de l'UCL. M. Jean-Louis Van Bokstel, notaire et chargé de cours invité à la faculté de droit de l'UCL. M. Pierre-Paul Van Geuchten, avocat au bureau de Bruxelles, chargé de cours à la faculté de droit de l'UCL et chargé de cours à la faculté de droit des facultés universitaires Saint-Louis, et M. Patrick Wautelet, professeur de la faculté de droit de l'Université de Liège.
ont été présentés par le Conseil d'État pour la place vacante, sans unanimité toutefois. Comme premier candidat, M. Yves de Kort. Comme deuxième candidat, M. Jean-Louis Van Bokstel. Comme troisième candidat, M. Pierre-Paul Van Gruchten. Étant donné que la présentation n'est pas unanime, l'article 70 et l'article 80 des lois sur le Conseil d'État sont d'application, et je cite, « En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours, à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'État, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle. » Op 25 januari 2011 heeft de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor Administratieve Aangelegenheden van de Senaat de kandidaten gehoord, overeenkomstig artikel 70 en artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. Vraagt de lid van de Commissie het woord. Monsieur Depré. Oui, monsieur le président. Au cours de sa dernière réunion, notre commission a examiné les candidatures dans l'ordre qui avait été proposé par le Conseil d'État. Nous avions également prévu d'auditionner les trois candidats. Seul le premier candidat qui avait été retenu par le Conseil d'État s'est présenté devant nous et a répondu à l'ensemble de nos questions. Les deux autres candidats n'ont pas jugé utile d'être auditionnés par notre commission. Au terme de l'audition, nous avons procédé à un vote et c'est à l'unanimité que nous recommandons à notre Assemblée de voter en faveur de M. Yves de Kort. Merci, M. le Président. Merci. Y a-t-il un autre membre qui désire prendre la parole? Vraagt er iemand de stemming hierover? Meneer Seede vraagt de stemming. Dan zullen we achtereenvolgens overgaan tot een stemming over de aanwijzing van een eerste, een tweede en derde kandidaat voor het vacante ambt van Franstalig assessor. Le curriculum vitae des candidats qui seront décidés sont annexés à la décision qui sera prise par le Sénat. Pour chaque candidat, vous recevrez des enveloppes distinctes contenant les bulletins de vote requis. Le sort désigne M. Tomelijn. Et M. Van Lauwe pour remplir les fonctions de scrutateur. Les votes commencent sur le nom de M. Brobeling. M. Brocci. Brocci, pardon. Excusez-moi, Brocci. C'est mal écrit. C'est mal écrit. Des cèdres. C'est ni l'un. Monsieur Cheron, des places. Monsieur Courtois, des dames. Mevrouw de Béthune, des de Bruyne, des de Croix. Monsieur de Decker, madame de Fraigne, des de Groot, monsieur Delperré, monsieur de Meyer, des de Patte. Monsieur Depré, Madame Désir, de Heer de Wever, de Heer de Winter, Monsieur Dubus de Warnaf, de Heer Durnay, Mevrouw Faas, Monsieur Fourny, Mevrouw Romans, de Heer Hyde, Madame Katabi, Monsieur Lawesh, de Heer Larmans, Mevrouw Lennon, Mevrouw Maas, Monsieur Magnette, Monsieur Mahou, Madame Matz, Monsieur Miller, Monsieur Moral, Monsieur Moreau, Madame Nissen, Deir Peters, Mevrouw Pirens, Madame Saïdi, Deir Sevenans, Monsieur Siquet, Mevrouw Sleurs, Mevrouw Stevens, Deir Swennen, Mevrouw Talman, Madame Tarnion, Mevrouw Timmerman, Madame Thibault, Madame Tilmans, de Heer Tomelijn, de Heer Tors, Mevrouw Turan, de Heer Van de Lanotte, de Heer Van den Broek,
mevrouw Van der Meers, de heer Van Lauw, de heer Van Rompuy, madame Winkel, madame Zrien, monsieur Ancio, madame Arena, de heer Beke, monsieur Belot, de heer Bogarts, monsieur Boussetta en de heer Broers. Oké, geachte collega's, heeft iedereen zijn stem uitgebracht die zijn stem wil uitbrengen? Dan zal nu overgegaan worden tot de telling. Mag ik u voorstellen van nu meteen over te gaan tot de stemming over het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling, het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken. Dat gaat dan over het instemming met het antwoord van de commissie op die in het Groenboek gestelde vragen. Mag ik u vragen uw stem uit te brengen? Veuillez vérifier si vous avez émis votre vote. Dan wordt de stemming hiermee afgesloten. Heeft iedereen geverifieerd wat hij gestemd heeft? Wil iedereen nog eens nakijken wat hij gestemd heeft? Oké, dan sluiten we hierbij de stemming af. De antwoorden worden aangenomen met 51 stemmen voor, 1 stem tegen en 10 onthoudingen. Zijn er stemverklaringen bij de onthoudingen? Ja. Er is een vergissing gebeurd bij ons. Er is een stem die geschrapt moet worden, een rode stem op de CD&V-bank. Oké. Okay. Een vergissing bij het stemmen. Oké, okay, ça va. Dus dat is een voorstem of een onthouding of niks? Oké. Okay. 1 negatieve stem. Dus het is bij 51 stemmen voor, geen stem tegen, 10 onthoudingen aangenomen. Geachte leden, ik stel voor dat u een klein beetje geduld uitoefent tot als de telling plaats heeft gevonden van de eerste ronde. Wij moeten over de tweede en de derde kandidaat nog stemmen. We kunnen eventueel over de derde kandidaat nog stemmen na een schorsing, maar laten we nu al de tweede kandidaat afhandelen. Dan komen we terug voor de derde kandidaat en voor de stemming over het wetsontwerp dat overgezonden is van de Kamer. En daarvoor zal ik u laten bellen, want daarvoor moet eerst nog de commissie Sociale Zaken bijeenkomen. Dus nu even pauzeren, dan stemmen we over de tweede kandidaat. Et après ça, nous faisons une interruption jusqu'à ce que nous pouvons reprendre.
Geachte collega's, er zijn 57 stemmen uitgebracht. Alle stemmen die uitgebracht zijn, zijn geldig. De volstrekte meerderheid is 29. De heer De Kort heeft 57 stemmen ontvangen. Alle andere kandidaten hebben geen stem ontvangen. De heer De Kort. Et en tenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé premier candidat. Nous procédons maintenant au vote sur le deuxième candidat. Monsieur Brocchi, de heer Buys, de heer Seder, monsieur Cheron, de heer Klaas, monsieur Courtois, de heer Dams, mevrouw De Béthune, de heer De Bruyne, de heer De Croo, monsieur De Decker, madame De Fregne, de heer De Grote, monsieur Delperret, monsieur De Meyer, de heer De Pat, monsieur Depré, madame Désir, de heer De Wever, de heer De Winter, monsieur Dubus de Warnaf, de heer Durnet, mevrouw Faas, monsieur Fourny, mevrouw Homans, de heer Ide, madame Katabi, monsieur Lawesh, de heer Larmans, mevrouw Lennon, mevrouw Maas, monsieur Magnette, monsieur Mahou, madame Mats, monsieur Miller, monsieur Moral, monsieur Moreau, madame Nissen, de heer Peters, mevrouw Pirens, madame Saïdi, de heer Sevenhans, monsieur Siquet, mevrouw Sleurs, mevrouw Stevens, de heer Swinnen, mevrouw Talman, madame Tarnion, mevrouw Timmerman, madame Thibault, madame Tilmans, de heer Tomelijn, de heer Tofs, mevrouw Turan, de heer Van de Lanotte, de heer Van den Broek, mevrouw Van der Meersch, de heer Van Lau, de heer Van Rompuy, madame Winkel, madame Zrien, de heer Ancio, madame Arena, de heer Beek, monsieur Belot, de heer Bogarts, monsieur Boussetta en de heer Broers. Oké, geachte collega's, zoals aangekondigd zullen we nu overgaan tot het tellen van de stemmen. Maar voor de stemmen over de derde kandidaat zullen we doen wanneer we terug bijeenkomen voor de stemming over het laatste wetsontwerp. Oké? We zijn spijtig genoeg afhankelijk van de Kamer hier, dus moeten we even schorsen tot we zover zijn. Oké, dus we komen terug bijeen als iedereen kunnen stemmen heeft die wou stemmen. Ook de stemopnemer. Collega's, ik hoop u te kunnen terug bijeenroepen binnen een half uur. Maar misschien is dat optimistisch, ik zal bellen. Oké. Heeft iedereen gestemd die zijn stem wil uitbrengen? Ja, ja, ja. Excuus. Iedereen heeft zijn stem uitgebracht, die wou de stem uitbrengen. Oké, we gaan tellen en ik roep u terug wanneer we zover zijn.
Collega's, ik heb de resultaten van de voordracht voor de tweede kandidaat binnen. Stemmen zijn uitgebracht, 53 in aantal. Volstrekte meerderheid 27. De heer Van Bokstal heeft 53 stemmen behaald. We gaan dan overgaan tot de stemming voor de derde voor te dragen kandidaat. Monsieur Broxy, de heer Buys, de heer Seder, monsieur Cheron, de heer Klaas, monsieur Courtois, de heer Dams, mevrouw De Bethune, de heer De Bruyne, de heer De Croo, monsieur De Decker, madame De Fregne, de heer De Grote, monsieur Delperret, monsieur De Meijer, de heer De Pat, monsieur Depré, madame Désir, de heer De Wever, de heer De Winter, monsieur Dubus de Warnaf, de heer Durnet, mevrouw Faas, monsieur Fourny, mevrouw Romans, de heer Ide, madame Katabi, monsieur Lawesch, de heer Laremans, mevrouw Leinen, mevrouw Maas, monsieur Magnette, monsieur Mahou, madame Mats, monsieur Miller, monsieur Moral, monsieur Moureau, madame Nissen, de heer Peters, mevrouw Pirens, madame Saïdi, de heer Sevenhans, monsieur Siquet, mevrouw Sleurs, mevrouw Stevens, de heer Swennen, mevrouw Talman, madame Tarnion, mevrouw Temmerman, madame Thibault, madame Tilmans, de heer Tommelijn, de heer Torfs, mevrouw Turan, de heer Van de Lanotte, de heer Van den Broek, mevrouw Van der Meersch, de heer Van Lau, de heer Van Rompuy, madame Winkel, madame Zrien, monsieur Ancio, madame Arena, de heer Beke, monsieur Belot, de heer Bogarts, monsieur Boussetta en de heer Broers. Est-ce que tout le monde a émis son vote? Qui désire émettre un vote? Zijn er nog mensen die een stem willen uitbrengen? Indien dat niet het geval is, wordt de stemming hier afgesloten. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. La discussion générale est ouverte. Le rapporteur est Madame Winkel. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais faire un bref résumé de ce qui s'est déroulé hier et aujourd'hui. Donc, hier, Madame la ministre Milquet est venue nous présenter le projet de loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel en commission des affaires sociales. Un échange de vues s'est déroulé et donc nous venons de voter. Le projet de loi dans son ensemble a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui désirent prendre la parole ?
Als er niemand het woord verlangt, dan is de algemene bespreking beëindigd. Er zijn geen amendementen. Dan stel ik voor dat wij overgaan tot de stemming over dit wetsontwerp. Mag ik u verzoeken uw stem uit te brengen? Veuillez vérifier si vous avez mis votre vote. Als dat gebeurd is, dan wordt de stemming gesloten. ...57 leden hebben zich voor uitgesproken, geen tegen, geen onthoudingen. Daarmee heeft het Senaat het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden met oog op de bekrachtiging door de koning. Geachte leden, als u nu nog een klein beetje geduld wilt uitoefenen, dan wachten we op de resultaten voor de voordracht van de derde kandidaat. En dan mag u daarna naar huis of naar de andere plaatsen waar u van plan bent de avond en meer door te brengen. Ik kan u al informeren dat het bureau vandaag beslist heeft dat er geen plenaire vergadering zal zijn volgende week. Dat kan in een keer anders zeker. Chers collègues, j'ai les résultats du scrutin pour le troisième candidat. Nombre de votants 51, tous les votes sont valables, majorité absolue 26. Monsieur Van Geuchten a obtenu 50 suffrages, Monsieur Wotley 1 suffrage, Monsieur Dorsemont 0 suffrage. C'est donc Monsieur Van Geuchten qui a obtenu la majorité absolue des suffrages et est proclamé troisième candidat. Ik dank u voor vandaag en wens u goede thuiskomst. De zitting is opgegeven.